Ik open de vergadering en ik verzoek de griffier om de volgende getuige van vandaag, de heer Kamp, naar binnen te leiden. Even mijn papieren schikken, dat mag wel, hè? Neemt u de tijd. Ja, ik ben bij mevrouw Belhaar. Hartstikke goed, meneer Kamp. Ditmaal heet ik u van harte welkom namens de hele enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. De Tweede Kamer heeft op 1 februari besloten een parlementaire enquête te houden naar het fraudebeleid en dienstverlening van de overheid. Doel van de enquête is te komen tot waarheidsvinding en daar tot een oordeel te komen of te vormen. Centraal staat de manier waarbij de overheid fraude bestrijdt en ook tekort is geschoten in de dienstverlening aan en de rechtsbescherming van burgers. De commissie onderzoekt het hoe en het waarom dit heeft kunnen gebeuren. Ik vraag u tijdens dit verhoor uw microfoon aan te laten staan. En ik wil u meegeven dat de heer Azarkan en ik zelf dit gesprek met u zullen afnemen. Het is geen gesprek, het is een verhoor. En voordat we gaan beginnen wil ik aan u vragen of alles duidelijk is. Ja, dank u. Als dat het geval is, dan zal ik starten met het verhoor. Meneer Kamp, u was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte 1. In dit verhoor wil de commissie het met u hebben over de ontwikkeling van het fraudebeleid en de totstandkoming van de fraudewet. De invulling van verwijtbaarheid onder de fraudewet en de gevolgen van de fraudewet voor fraudebestrijding bij de kinderopvangtoeslag. Op 14 oktober start het kabinet 2010 start het kabinet Rutte 1 en wordt u minister van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet Rutte 1 wil de gevolgen van de economische crisis van 2008 bestrijden en kondigt 18 miljard aan bezuinigingen aan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet 2,5 miljard bezuinigen. Wat betekenen deze bezuinigingen voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Dat er een heleboel ombuigingen nodig waren. Dat er nieuw beleid opgezet moest worden. En dat ook het beleid zo efficiënt mogelijk uitgevoerd moest worden. Fraudebestrijding in de sociale zekerheid was een van de thema's in het regeerakkoord van het kabinet Rutte 1. En voordat we daar verder over praten, wil ik aan u vragen, wat verstaat u onder fraude? Fraude in verband van de sociale zekerheid, dat betekent dat je verwijtbaar de inlichtingenplicht overschrijdt, dat je die niet nakomt, met als gevolg dat je ook een onverschuldigde betaling hebt gekregen van de uitkering. Hoeveel prioriteit had fraudebestrijding in de sociale zekerheid destijds? Op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had ik toen op dat moment twee prioriteiten. Eén prioriteit was de fraudebestrijding, de andere prioriteit die betrof de verhoging van de AOW-leeftijd en het koppelen van de AOW-leeftijd aan de stijgende levensverwachting. Ja. Die beide zaken, daar was ik veel mee bezig. Maar verder is natuurlijk een heleboel wat op zo'n ministerie speelt. Dat kunt u zich voorstellen. Zeker. En maar had het prioriteit?
Die twee die ik net genoemd heb, dat waren mijn prioriteiten. En had het volgens u ook prioriteit in de Tweede Kamer? Ja, dat bleek ook uit de behandeling van het wetsvoorstel waar we uiteindelijk mee kwamen. De inbreng die de Kamer leverde. Het feit dat de Kamer ook het wetsvoorstel niet controversieel verklaarde. En het feit dat de Kamer vervolgens met grote meerderheid, inclusief de oppositiepartijen, een aantal oppositiepartijen, dat wetsvoorstel steunde. Ja. En in het kabinet? In het kabinet, het was een onderdeel van wat er in het regeerakkoord vastlag. En er moest een heleboel gebeuren. Iedere minister, iedere staatssecretaris was natuurlijk in eerste plaats met zijn eigen portefeuille bezig. Maar wat in het regeerakkoord stond, dat moest gebeuren. De veranderingen die doorgevoerd moesten worden en die hadden dus prioriteit. Ja. Had het ook prioriteit op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Ja, omdat het bij mij prioriteit had, had het daar ook prioriteit. Ja. En had het volgens u prioriteit voor de burgers en in de samenleving? Nou, dat zou u kunnen kijken wat er bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gezegd. Hè. Daar heeft de wet ingebracht door een van de woordvoerders dat 60% van de mensen in Nederland zou denken dat fraude gemakkelijk te plegen zou zijn. Dat 70% van de mensen denkt dat fraude veel voorkomt. Dat 90% van de mensen vindt dat bij herhaalde fraude de uitkering stopgezet moet worden. En dat 93% van de mensen vindt dat fraudeurs het bedrag wat ze ten onrechte hebben gekregen, dat ze dat volledig moeten terugbetalen. Dus uit dat wat naar voren werd gebracht, bleek ook dat bij de Tweede Kamer die prioriteit aanwezig was. Ja. Wat was de taakverdeling tussen uzelf en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Krom? De staatssecretaris was onder andere verantwoordelijk voor een bijstandsbeleid, de bijstandsuitkering. Hij was verantwoordelijk voor de werknemersverzekeringen en voor de volksverzekeringen met uitzondering van de AOW. En hij was tevens verantwoordelijk voor de fraudebestrijding, voor zover dat zijn portefeuille betrof. Ja. Maar dat is de formele verdeling. De feitelijke verdeling was dat wij heel nauw samenwerkten. De staatssecretaris en ik, dat ik ook op de hoogte was van waar hij mee bezig was en hij wat ik aan het doen was. En dat we vervolgens ook samen die fraudewet hebben ingediend, waarbij ik eerste ondertekenaar was en dus ook het eerste aanspreekpunt voor het parlement. En om die reden verdiepte ik mij ook in alles wat op fraudegebied speelde op het ministerie breed. Ja, dus het behoorde niet tot één van jullie twee. Maar eigenlijk hebben jullie gezegd, we hebben dat gezamenlijk aangepakt. Ja, maar goed, ik was de minister en ik was de eerste ondertekenaar van de fraudewet. En dat brengt ook extra verantwoordelijkheid met zich mee. Ja, en dat hoorde ook. Hè? Dat was formeel dus ook zo afgesproken bij de verdeling dan, zoals dat heet, van de portefeuilles nadat een kabinet is geïnstalleerd. Was dat ook de afspraak? U ging over fraude en hij ging specifieker over de bijstand, volgens mij, als u het niet zegt. Oké. Nee. Hij was dus verantwoordelijk voor de bijstand, voor de werknemersverzekeringen en voor de volksverzekeringen met uitzondering van de AOW. Maar ook voor het fraudebeleid wat daarop betrekking had. Ja, duidelijk. Zijn portefeuille. Ja. Ik geef het woord aan de heer Arsakke. Dank, voorzitter. Meneer Kamp, in het regeerakkoord van Rutte 1 staat dat het kabinet een hardere aanpak van fraude met uitkeringen wilde. Het kabinet wilde onterecht verstrekte uitkeringen terugvorderen en de uitkering van burgers 3 maanden stoppen als er sprake was van fraude. Hoe werd er op het moment van uw aantreden ingezet op fraudebestrijding? Bedoelt u door mij of voordat ik kwam wat er op het ministerie gebeurde? Ja, wat trof u aan toen u aantrad? Ik denk dat daar het nodige te verbeteren was. Ik dacht toen destijds dat daar het nodige te verbeteren was. Misschien dat ik daar een paar voorbeelden dat kan illustreren. Mm-hmm. Als het ging om fraude in de sfeer van de werknemersverzekeringen en de sociale verzekeringsbank, dus de WW, de AOW, dat soort verzekeringen, daar was het zo dat er boetes opgelegd konden worden. Maar die waren niet hoger dan 10%. Hmm. En bovendien was daar een maximum aan gekoppeld. Ik geloof iets van €2.700 in die orde van grootte. En het was zo dat boetebedrag sinds 1997, dus al 13 jaar, helemaal niet was aangepast aan de inflatie. Dus daar sprak geen prioriteit uit.
Dan wat de bijstandwet betrof, was het zo dat het terugvorderen van ten onrechte verkregen bijstand, dat was een kanbepaling. Dat konden de gemeenten doen, maar ze konden het ook niet doen. Opleggen van boetes was niet mogelijk. Wat wel kon, was een maatregel, met name het 1 of 2 maanden, maximaal 2 maanden, niet verstrekken van een bijstandsuitkering. Dus ik vond dat daar ook het nodige te verbeteren was. En vervolgens de kinderopvangtoeslag. Daar bleek later dat de Belastingdienst daar de afgelopen jaren helemaal geen boetes had opgelegd. Dus ik dacht dat als het gaat om het prioriteit geven aan fraudebestrijding en het nemen van de noodzakelijke maatregelen, dat daar verbeteringen mogelijk waren. Ja, als ik het goed heb, dan was uw conclusie: de boetes zijn te laag en er worden te weinig boetes opgelegd voor fraudeurs. Nou, wat mij vooral om ging, is dat, dat er veel mogelijkheden waren om, en mogelijkheden beter benut kunnen worden om fraude te voorkomen, dus preventief te werken. Dat vond ik het belangrijkste. Voorkomen dat er fraude zou plaatsvinden. Ja. En tweede, wat daar direct mee samenhing, dat was dat als er weinig gefraudeerd wordt, dat dan ook het draagvlak voor de sociale zekerheid sterker is. En die beide dingen, fraude voorkomen en draagvlak behouden, daar gingen wij met name om, en boetes en dergelijke. Dat was een middel om dat te bereiken. Helder. Op 10 maart 2011 sturen u en staatssecretaris De Krom een brief aan de Tweede Kamer met een verdere uitwerking van deze fraudeaanpak. Uitgangspunt van de fraudeaanpak is dat fraude niet mag lonen. Zo staat het in de brief. Wat was de aanleiding om fraude door uitkeringsgerechtigden harder aan te pakken? Dat was de overtuiging dat dat noodzakelijk was. Het kabinet voor ons, de staatssecretaris in het jaar 2008, die had al gezegd dat hij vond dat, dat fraude krachtiger aangepakt zou moeten worden. Ook het kabinet na ons, dat maakte fraudebestrijding tot prioriteit. Ik heb net aangegeven hoe bij de behandeling in de Tweede Kamer ook weergegeven werd hoe daar in het land over gedacht werd. Dus dat al met al maakte het urgent en tot een prioriteit om aan fraudebestrijding te doen. En kunt u ons uitleggen hoe groot het probleem was? Ja, daar is geen eenduidig antwoord op mogelijk, omdat in eerste plaats heb je het aantal gevallen van fraude dat je constateert. Dat aantal gevallen dat ligt ongeveer op 1%. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk zo dat net zoals door rood licht rijden of te hard rijden, niet alles wat geconstateerd wordt, dat is het totaal. Dus er gebeurt meer dan er geconstateerd wordt. Ja. En illustratie daarvan werd ook bij de behandeling in de Tweede Kamer gegeven door een van de woordvoerders. Die zei dat het landelijke contact van de sociale rechercheurs, dat hij gezegd had dat er 500 miljoen tot 1 miljard per jaar in de bijstandwet aan fraude opgespoord zou kunnen worden. Nou, wat er opgespoord werd in dat jaar 2010, waar het mij in de eerste plaats om ging, was een bedrag van 53 miljoen. Dus wat er volgens die sociale rechercheurs mogelijk was, dat was een factor 10 of 20 keer zo groot. En hoe groot was het probleem volgens uw ambtenaren? Nou, ik heb gezegd 53 miljoen, wat dus in de bijstandwet geconstateerd werd. Het totaal wat geconstateerd werd, ik geloof in het jaar 2010, was 119 miljoen. En een jaar later, in 2011, was het 156 miljoen. Dus daar zat groei in die aantallen geconstateerde fraudegevallen. En verder, wat de ambtenaren betreft, mij staat bij dat er informatie kwam dat voor een deel van de verzekeringen zou het gaan om 95% nakoming. En voor een ander deel zou het gaan om 90% tot 95% nakoming van de inlichtingenplicht. Dus daar, volgens hen, begrijp ik, zou het ongeveer tussen de 90% en de 100% ergens zitten voor wat betreft het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Sorry, ik ga heel even onderbreken. Zou u misschien uw microfoon iets meer omhoog willen doen? Ja, nee, niet letterlijk, want dan haalt u hem eraf. Ja, perfect. Dank u wel. U gaf aan, u noemde net 2 percentages. Wat zijn die percentages? Wat drukken die uit? Nou, die drukken uit het beeld wat de desbetreffende ambtenaren hadden van de fraude zoals die plaats zou vinden. Ja, en fraude, dan is de
dan kan de conclusie getrokken worden dat 90% tot 96% van de burgers de regeltjes netjes naleeft. Klopt dat? Volgens het beeld van de ambtenaren zou dat het geval zijn. Het is in strijd met wat er in het land leeft. Daar is dus het idee volgens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat daar veel meer gefraudeerd wordt. Toch even, bij dit punt. U heeft dus een groep ambtenaren die zich hierbij bezighouden. Daar zitten mensen bij die als beleidsmedewerker, die doen het al jaren, die vertellen u dat. En dan zijn dit de cijfers. En dan begrijp ik dan goed dat u zegt, maar ik heb nog andere bronnen. Waar bestaan die bronnen dan uit om te toetsen of die naleving anders is? Nou, het is niet zo dat je uitsluitend af kunt gaan als bewindspersoon op wat je aangereikt krijgt door je medewerkers. Je moet ook breder geïnformeerd zijn. Je moet ook je eigen kennis hebben. En het bleek ook wel, heb ik net willen zeggen, dat bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kwamen daar heel andere gevoelens vanuit de bevolking naar voren. En ik heb gezegd dat bij de sociaal rechercheurs, degenen die daar iedere dag beroepsmatig mee bezig waren, met fraude, met de bijstandsuitkeringen, dat daar ook een heel ander beeld leefde. Dus ja, het was voor mij belangrijk wat ik aangereikt kreeg van de ambtelijke medewerkers, maar er waren ook andere bronnen van informatie. Ja, wat was het beoogd doel van een hardere aanpak? Het beoogde doel was om zoveel mogelijk fraude te voorkomen en draagvlak van de sociale zekerheid te behouden. Dank. Ik geef graag het woord aan de voorzitter. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 1 staat een taakstelling van 180 miljoen voor fraudebeleid, bestrijding in de sociale zekerheid. Kunt u ons vertellen hoe die 180 miljoen op het moment van uw aantreden beleidsmatig ingevuld was? Nou, de totstandkoming van die 180 miljoen, net zoals de totstandkoming van het regeerakkoord, was ik niet bij betrokken. Ik was toen 2 jaar lang werkzaam als commissaris voor 3 eilanden in het Caribisch gebied die tot bijzondere gemeenten van Nederland werden. Dus ik kwam op het ministerie, daar was een regeerakkoord, er was een bedrag van 180 miljoen. Maar mij is wel bekend, ook uit eigen ervaring, hoe zo'n bedrag tot stand komt. Kijk, het gaat zo dat bij een regeerakkoord wordt er onderhandeld en dan worden de beleidsafspraken gemaakt. En vervolgens moeten daar ook cijfers bij komen, bedragen bij komen. En alles loopt via het ministerie van Financiën. Dus er is geen rechtstreeks contact tussen die onderhandelaars en ministeries. Maar de onderhandelaars die hebben vragen, die komen met dingen die ze willen. Dat gaat dan vervolgens naar het ministerie van Financiën toe. Die informeert zich dan bij het Centraal Planbureau, bij ministeries, ook op andere plekken. En die komt op een gegeven moment met een bedrag wat bij de voornemens past dat de onderhandelaars in hun concept afspraken hebben vastgelegd. En zo is die 180 miljoen, schat ik in, op tot stand gekomen. Hecht u uw waarde aan het realiseren van die taakstelling? Ja, omdat een regeerakkoord waar veel bezuinigingen in zitten, dat is moeilijk om uitgevoerd te krijgen. Van iedere bewindspersoon mag verwacht worden dat je je inspant om te zorgen dat je die afspraken, ook die financiële afspraken, dat je die realiseert. Omdat dat in belang is, in het algemeen belang waar je voor staat. Als de overheid te veel geld uitgeeft, dan ontstaan er over de hele linie problemen. En als de overheid als taak heeft om die te veel uitgaven terug te dringen, ja, dan moet je je daarvoor inzetten. Dus ik wilde dat ook doen. Maar die 180 miljoen, dat interesseerde mij niet het meest. 180 miljoen, dat moest gebeuren. Maar wat mij interesseerde was die fraudebestrijding en daar resultaten mee bereiken. En als er dan de conclusie is getrokken dat 180 miljoen op gaat leveren, dan zal dat voor een bepaald aantal jaren het geval zijn. Maar uiteindelijk, hoe minder er gefraudeerd wordt, hoe minder boetes er betaald worden. Ja. En dan verliest dat bedrag verliest zijn belang natuurlijk. Ja. Dus als die taakstelling er niet was geweest, had u sowieso gezegd, dan had ik daarop willen inzetten. En misschien had het ook wel iets opgeleverd. Ik had zeker op fraudebestrijding willen inzetten, omdat ik het zelf belangrijk vind. Maar nog belangrijker, omdat het in het regeerakkoord stond. Waarom vindt u het zelf belangrijk? Omdat ik het belangrijk vind om te zorgen dat je de sociale zekerheid in stand houdt. En dat je ook zorgt dat er zo min mogelijk gefraudeerd wordt. En waarom is dat belangrijk? Dat er zo min mogelijk gefraudeerd wordt? Ja. Nou, kijk, het is zo dat mensen die werken, die betalen belasting en die betalen premies.
En dat geld wordt onder andere gebruikt om mensen die niet kunnen werken of geen baan hebben, omdat ze tijdelijk werkloos zijn, om die een uitkering te geven. En dan is het belangrijk dat je zorgt dat diegenen die die uitkering krijgen, dat alleen de mensen zijn die het echt nodig hebben. Ja. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was verantwoordelijk voor die verdere invulling van de taakstelling. Hoe heeft u hier invulling aan gegeven? Nou, u moet zich voorstellen, je komt op dat ministerie en dan komt er een heleboel op je af. En dan weet je dus dat er op het gebied van de fraudebestrijding iets moet gaan gebeuren. En ik had al heel snel door dat je daar natuurlijk een wijziging van de wet voor nodig had. Zelfs in de vorm van een nieuwe wet, de fraudewet. En dan moet je zorgen dat je een goede wet maakt, dat je daar voldoende steun voor krijgt en dat die ook goed uitgevoerd kan worden. Ja. En dat betekent dat je dan met alle informatie die je krijgt van je ambtelijke medewerkers, maar ook van UWV, van SVB, van gemeenten, Raad van State is erbij betrokken, Raad voor de Rechtspraak, er zijn allerlei. Misschien is het een misverstand, ging maar even specifiek over die invulling, over de fraudewet. Komen we natuurlijk straks nog verder te spreken. Maar gewoon letterlijk de invulling, want misschien invulling is het nog waarvan, goed. Mevrouw Belhuy? Die taakstelling van die 180 miljoen. En wat wilt u daarvan weten? Hoe u hier invulling aan heeft gegeven. Nou, materieel invulling geven via het verbeteren van de fraudebestrijding en het opzetten van de nieuwe fraudewet. En die ook aangenomen krijgen door de medewetgever, door het parlement. Ja. Dat is materieel. Formeel, hoe dat verdeeld is over de verschillende onderdelen. Kinderopvangtoeslag, werknemersverzekeringen, volksverzekeringen, de bijstandsuitkeringen. Hoe dat precies zit met die verdeling over die verschillende onderdelen, dat weet ik niet. Ja, misschien, ik ging er eigenlijk al een beetje van uit dat iedereen weet wat een taakstelling natuurlijk is. Maar een taakstelling is simpelweg een financiële opdracht. Maakt niet uit hoe je het doet, maar ga dat doen. En een bezuiniging is veel meer vaak al ingekleurd. Dat een coalitie zegt, we gaan hier echt het geld weghalen. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. Is het ook zo dat bij een taakstelling dan wel gekeken wordt, als dat dan een beetje ingevuld gaat worden, in welke mate het haalbaar is? Ja. Oké. Okay. Maar daar is dus de informatie voor die vanuit het ministerie van Financiën aangeleverd wordt naar de onderhandelaars bij het regeerakkoord. Dus die onderhandelaars bij het regeerakkoord die komen tot de conclusie dat er bepaalde dingen moeten gebeuren. Daar worden bedragen bijgezet door het ministerie van Financiën. En ja, en dan ga je er gezamenlijk van uit, als je tot een regeerakkoord komt, dat die cijfers, dat je die voor je rekening wilt nemen. Mm-hmm. En dat je op basis daarvan dan wilt gaan regeren. En dan worden de ministers en staatssecretarissen aangezocht en van hen wordt verwacht dat ze ook dat regeerakkoord onderschrijven en uitvoeren. Ja, dus u kreeg een opdracht. Er kwam uiteindelijk een verdeling op sociale zekerheid, arbeidsregelingen en andere. Daarom vroeg ik van wat is de invulling. Dus op een gegeven moment wordt er dan een keuze gemaakt. Daar gaan we het geld zoeken. En dan wordt er normaal gesproken ook nog getoetst. Kan dat überhaupt? Hè? Er zijn natuurlijk bepaalde beleidsmatige plekken, dat als je het geld daar weghaalt, dat je dan niet meer voldoet aan de wet. Ik noem maar iets. Maar dit zijn keuzes gemaakt waar het ministerie het dan eventueel zou willen ophalen, laat ik het zo noemen. Ja, ik heb nooit het idee gehad dat bedrag van 180 miljoen dat een probleem was. Ik dacht dat te realiseren was. Maar ik heb al gezegd waar mijn prioriteit lag. Ja. En als nou zou blijken dat die, of kon die taakstelling van 180 miljoen ook naar beneden bijgesteld worden, als zou blijken dat het niet haalbaar was? Ik denk dat als je als bewindspersoon een bepaald deel van je taakstelling niet kunt uitvoeren en je gaat dan naar de minister van Financiën toe en je zegt van ik kan dat niet, dan zegt de minister van Financiën jammer, probeer maar een oplossing te vinden op je eigen begroting. Ja. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een set maatregelen om fraude te bestrijden en de taakstelling in te vullen. Uit onze informatie blijkt dat deze maatregelen niet optelden tot 180 miljoen. Er moesten nieuwe maatregelen toegevoegd worden. Waarom heeft u gekozen voor meer maatregelen in plaats van het bijstellen van die taakstelling? Daar heeft u net iets over gezegd, maar als het niet, echt niet kan, dan kan het toch niet? Ik
heb daar geen herinnering aan dat wij, voor wat betreft dat bedrag van 180 miljoen, met grote problemen zouden zitten. Het is natuurlijk altijd een worsteling als je in een bestaande organisatie met allemaal regelingen, als je daar om moet buigen en als je daar moet bezuinigen, is dat altijd een worsteling om dat te realiseren. Ik heb dat ook had dat ook al meegemaakt op vorige ministeries, waar ook veel bezuinigd moest worden. Dus je stuit op problemen en die los je dan vervolgens op. Maar welke problemen in welke mate dat precies waren en hoe we dat precies opgelost hebben, weet ik niet. Ik weet wel dat die 180 miljoen wat mij betreft overeind bleef. Ik ben, geloof ik, nooit naar de minister van Financiën gegaan om te melden dat ik die 180 miljoen niet kon halen en dat ik wat anders moest doen. Ja. De brief van 10 maart 2011, die de commissie, of de heer Azarkan net al benoemde, introduceert nieuwe maatregelen om fraude in de sociale zekerheid te bestrijden. U schrijft dat te veel betaalde uitkeringen teruggevorderd zullen worden, dat er een boete wordt opgelegd ter hoogte van het fraudebedrag en dat als mensen opnieuw fraude plegen, de uitkering kan worden stopgezet. De fraudeaanpak zal gaan gelden voor uitkeringen, maar ook fraude met kinderopvangtoeslag. Was er volgens u consensus binnen de coalitie over het belang van deze maatregelen om fraude in de sociale zekerheid te bestrijden? Ja, omdat de coalitiedragende partijen die hadden een regeerakkoord gesloten met gedoogsteun van een andere partij. En vervolgens hebben ze dat als basis voor de komende 4 jaar gezien. En daar was dus voldoende draagvlak en consensus over. Ja. De maatregelen zoals beschreven in die brief, die resulteerden uiteindelijk in de wet aanscherping, handhaving en sanctiebeleid, SZW-wetgeving. Mag ik u daarop tegenspreken? Zeker. Het is natuurlijk bij de totstandkoming van zo'n wetsvoorstel is een lang traject. Het heeft al met al in dit geval een kleine 2 jaar geduurd voordat die wet helemaal afgerond was. Dat was eigenlijk wel goed voor zo'n ingewikkelde wet. Maar wat er in begin op 10 maart 2011 naar de Kamer werd geschreven, dat is vervolgens verder uitgewerkt, aangepast, aangevuld. Dus er is een heleboel veranderd voordat het uiteindelijke wetsvoorstel naar de Tweede Kamer ging. Zeker. En wat was de correctie van wat ik zei? Nou, u zei van dat vervolgens omgezet is in de fraudewet. Maar er is een heleboel veranderd sinds 10 maart 2011 tot het moment, ik geloof in juni 2012, dat het wetsvoorstel door de Kamer behandeld werd. Ja, dat gaan we straks ook allemaal doorlopen. Het was niet één op één, maar het was meer in textueel, want veel noemen het de fraudewet, maar heeft eigenlijk een andere oorspronkelijke naam in essentie. En daarom noemde ik de wet aanscherping, handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. In de volksmond genoemd de fraudewet. Uit onze informatie blijkt ook dat u de wet snel wilde invoeren. Waarom vond u dat belangrijk? Nou, als je iets wilt, vind ik niet dat je dat uit moet stellen. Je moet altijd snel doen wat nodig is. Dat is je werk. Snel doen wat nodig is. Ja, maar wel zo snel als verantwoord is. Het moet natuurlijk wel goed zijn. Uiteindelijk kom je met een voorstel naar de Tweede Kamer toe. De Tweede Kamer is altijd heel kritisch. En die kijkt naar alle details. Die kijkt ook naar wat de Raad van State heeft gezegd. Die kijkt wat de betrokken organisaties, zoals de VNG en dergelijke, er allemaal van vinden. Dus als je het zelf al niet zou willen, dan word je wel door de medewetgever gestimuleerd om dat een heel zorgvuldig proces te laten zijn met een goed voorstel. Ja. Ik geef het woord aan de heer Azarkan. Dank, voorzitter. Meneer Kamp, ik wil nog één vraag als verheldering op die 180 miljoen. U geeft aan, het was niet leidend, het bedrag. Het ging mij om de aanpak van fraude. Ook als het niet als bedrag was opgenomen in het regeerakkoord, in de financiële uitwerking, had ik daarop ingezet. Nou lijkt het toch alsof die 180 miljoen echt gehaald moest worden. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Het is ondenkbaar dat er in het regeerakkoord 180 miljoen staat en dat ik op een ministerie kom en dat ik zeg van nou, die 180 miljoen, laat maar eens kijken wat we daarmee doen. Zo werkt het niet. Je hebt ook de plicht om te zorgen dat wat er in het regeerakkoord staat uitgevoerd gaat worden, ook wat dit betreft. En bovendien is het ook, is het ook nuttig in het hele proces van totstandkoming van een goed voorstel en een wet dat er druk op zit. En zo'n bedrag van 180 miljoen, dat helpt ook
om te zorgen dat je zo snel mogelijk tot een goede wet kunt komen. Ja, dus als ik het goed begrijp, dan leek het alsof ik begrepen had dat u zei, het ging mij om de richting en niet precies om dat bedrag. Maar als het goed is, hoor ik u zeggen, er stond 180 miljoen en ik hechtte er ook waarde aan dat dat gehaald werd in de opbrengst door fraudebestrijding. Nou, waar het mij om ging, was de fraudebestrijding. Ik realiseer me ook dat op de lange termijn natuurlijk het gevolg is dat als er minder gefraudeerd wordt, dat er allerlei winst gerealiseerd wordt, namelijk dat je veel minder uitkeringen hoeft te betalen. Maar dat ook de andere kant is dat er minder boetes betaald worden. Ja. En dat betekent dat die 180 miljoen op termijn op een gegeven moment wegsmelt als die fraudewet werkt zoals je hoopt dat die werkt. Ja. Dus die 180 miljoen op zichzelf is dat een betekenisvol iets waar je wat mee moet. Maar het prioriteit waar het uiteindelijk om gaat in dit dossier was de fraudebestrijding en de handhaving van het draagvlak voor de sociale zekerheid. Helder. Mijn collega sprak net over wat in de volksmond de fraudewet heet. Ja. Op 20 januari 2012 publiceert de Raad van State haar advies over de fraudewet. Weet u nog hoe dat advies luidde? Ja, het is een advies van de Raad van State is altijd uitgebreid advies. Waar een heleboel bespiegelingen in staan en ook meningen en aanbevelingen. Mm-hmm. Uiteindelijk resulterend in een conclusie. Dus ja, ik kan niet zo dat hele grote. Daar hebben we een nader rapport over geschreven. Ja. En uiteindelijk gaat dan het advies van de Raad van State met het nadere rapport naar de Tweede Kamer toe. Er zaten drie principiële bezwaren in dat advies van de Raad van State. En als u wilt, kan ik daar wel op ingaan. Ik neem de eerste met u door, als dat is wat u daar ook heeft staan. En ik denk dat dat zo is. Een van de meningen van de Raad van State was dat het begrip fraude alleen gebruikt dient te worden als daarmee bedrog werd bedoeld. U neemt dit advies niet over. In de toelichting over dit besluit schrijft u, fraude is geen juridische, maar een maatschappelijk begrip. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelde? Ja, het gaat om een verwijtbare overtreding van de inlichtingenplicht. En die inlichtingenplicht, dat is niet iets vaags van een toevallige verkeerde code ergens opzetten of zo. En dat je dan een foutje maakt en daardoor in de problemen komt. Die inlichtingenplicht gaat erover dat als je als mensen met een AOW-uitkering samenwoont, dat je dan niet de inlichtingen verstrekt dat je apart woont. Dat is verkeerd. Dat is een overschrijding van de inlichtingenplicht. Als je een bijstandsuitkering hebt en daarnaast heb je inkomsten omdat je zwaar werkt en eind van de maand wordt er gevraagd voor die bijstandsuitkering, heb je ook andere inkomsten gehad en je vult dan in nee, ja, dan heb je dus die inlichtingenplicht overschreden. Dus die inlichtingenplicht is iets wat heel wezenlijk is. En wat wij gedaan hebben in dat wetsvoorstel is dat als het gaat om een verwijtbare overtreding van de inlichtingenplicht als gevolg waarvan de teveel uitkering is betaald of ten onrechte uitkering is betaald, dan is er in dit verband sprake van fraude. Nou, dat vonden wij toen en dat vonden we ook na dat advies van de Raad van State. Ja, nou is het mij nog niet helder wat nou uw bedoeling was door aan te geven dat dat geen juridische, maar een maatschappelijke term is. Ik probeer dat goed te begrijpen. Niet zozeer wat u gedaan heeft, hoe u het opgenomen heeft, maar wat bedoelt u dan met een maatschappelijk? Het is een maatschappelijk en niet juridisch. Nou, maatschappelijk is, ik heb die cijfers aangegeven die bij de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel aan de orde kwamen. Mensen vinden dat als je samenwoont en je geeft op dat je apart woont, dat je dan gefraudeerd hebt. Mensen vinden dat als je een bijstandsuitkering hebt terwijl je wel inkomen hebt en dat niet opgeeft voor die bijstandsuitkering, dat je dan gefraudeerd hebt. Dus er is een gevoel in de samenleving van wat fraude is. En wij hebben dat in ons wetsvoorstel gespecificeerd op de manier die ik net heb verwoord. Ja. Nou hebben we ook met een hoogleraar gesproken en die gaf aan dat samenwonen is niet zo goed gedefinieerd. Als twee mensen met een AOW-uitkering 3 keer per week samen eten, is er dan sprake van samenwonen? Ach, dat... Nee. Ja, ze kan. Daar is natuurlijk geen sprake van samenwonen. Samenwonen is een feitelijke situatie. Als je alleen woont, op je eigen huishouden, je bent alleen in dat huishouden. Als je samenwoont, dan ben je met in de regel 2 personen samen in 1 huishouden.
En dan is dat het is een feitelijke situatie. Hmm. Het gaat er niet om dat je kijkt waar staat de tandenborstel. Het gaat er niet om dat je kijkt van eten ze 1 of 2 keer in de week of je zegt 3 keer in de week samen. Nee, het gaat erom of je samen woont, of je samen een huishouden vormt en met elkaar in een huis bent. En die feitelijke situatie, daar gaat het om. Het gaat niet om dat je mensen die elkaar, die veel met elkaar omgaan of die allerlei activiteiten samen ondernemen. Dat je zegt, ja, jullie wonen samen. Nee, dan kun je heel goed nog apart wonen. Wat was het doel van het gebruik van die brede definitie? Welke brede definitie bedoelt u? Van fraude. De Raad van State adviseert u om daar bedrog, dat is moedwillig, dat neemt u niet over. En daarmee is het een bredere definitie. Wat was nou het doel in het kader van de fraudebestrijding van die brede definitie? Nou, het ging erin bij de fraudebestrijding om dat je, dat als je als overheid afhankelijk bent en afgaat op wat je aangeleverd krijgt aan informatie van iemand die of een uitkering of een toeslag wil hebben, dat je daar op moet kunnen rekenen. Dat je daar vanuit moet gaan dat dat goede informatie is. En als er verwijtbaar verkeerde informatie wordt gegeven of geen informatie wordt gegeven, terwijl die wel gegeven moet worden, en het gevolg daarvan is dat ten onrechte een uitkering wordt verstrekt, ja, dan is er in het verband van de fraudewet waar we nu over spreken, is er in de systematiek van die fraudewet sprake van fraude. Ja, en als nou de inlichtingenplicht overtreden wordt, is dat per saldo altijd verwijtbaar? Als de inlichtingenplicht overtreden wordt, is dat per saldo verwijtbaar? Nee, verwijtbaar is iets wat beoordeeld moet worden. Dat moet getoetst worden. En daar hebben we, wat we gedaan hebben, is gezegd, we leggen in de algemene maatregel van bestuur vast welke criteria er zijn om te beoordelen bij de toetsing of iemand wel of niet iets verwijtbaars heeft gedaan. Maar wat we daar meteen bij hebben gedaan, is gezegd dat de uitvoerder, dat hij daar ook eigen beleid op mag zetten. Dus die mag, behalve die criteria van de algemene maatregel van bestuur, mag hij ook eigen criteria daaraan toevoegen en die hanteren. En als mensen het nou per ongeluk of zonder het te weten de inlichting blind overtreden, zijn het dan ook fraudeurs? Als je iets per ongeluk doet, dan is het niet verwijtbaar. Helder. De Raad van State adviseert om alleen de term fraude te gebruiken als iemand, ik zei het al, moedwillig en verwijtbaar de regels overtreedt. Met de door u gehanteerde definitie wordt ook mensen die per ongeluk de regels overtreden als fraudeur behandeld. Was dat ook het doel van die definitie? Mensen die per ongeluk overtreden, de bedoeling is juist om ervoor te zorgen dat mensen die iets doen wat niet verwijtbaar is, dat die dan vervolgens niet lastig gevallen worden. Daarom dat we dat gedaan hebben. We hebben dus gezegd in de eerste plaats, er moet getoetst worden of iets verwijtbaar is. We gaan zelf als wetgever gaan we aangeven welke criteria daar van toepassing zijn. We geven de uitvoerders de ruimte om nog eigen criteria te hanteren. En als iets dan niet verwijtbaar is, ja, dan is er voor betrokkenen geen probleem. Is het wel verwijtbaar, dan is er wel een probleem. Als er wel een probleem is, dan kunnen er ook nog hele bijzondere omstandigheden zijn, dringende redenen. Daar kom ik zo nog even op. Waarom er dan geen boete wordt opgelegd. Ja. We komen verderop in dit gesprek uitgebreid daartoe. Excuus dat ik u even onderbreek. Nou lijkt het misschien niet helemaal de bedoeling van wat u beoogde met die definitie, maar die brede definitie zorgde ervoor dat ook mensen die onbedoeld fouten maakten een boete kregen. Is dat ook uw beeld? Onbedoeld en verwijtbaar. Kijk, dat is hoe je dat moet inschatten. Bij die toets van die verwijtbaarheid zijn er 2 dingen die bekeken moeten worden. In de eerste plaats de ernst van de overtreding. Mm-hmm. En in de tweede plaats de mate van verwijtbaarheid. Ja, en dat is dus iets wat gedaan moet worden door de uitvoerder. Ja. En die uitvoerder die moet dus in redelijkheid tot de conclusie komen van ja, het is wel verwijtbaar. Het is niet verwijtbaar of het is misschien gedeeltelijk verwijtbaar. En daarbij moet nog de ernst van de overtreding ook nog betrokken worden. Dus ik denk dat we daar een heel afgewogen geheel van gemaakt hebben. Ja, u geeft aan dat er door de uitvoeringsorganisaties, en dat zijn dan
VNG, dat zijn de gemeente, UWV, Sociale Verzekering, Sociale Verzekeringsbank, dat die zelf de ruimte hadden om te bepalen hoe verwijtbaarheid ingevuld werd en wat de ernst daarvan was en hoe dat dan onder welke omstandigheden zich voorgedaan had. Ja, die moesten de verwijtbaarheid toetsen. Dat was dus een verplichting. Er is ook een verplichting om, als het verwijtbaar is, om vervolgens een boete op te leggen. Er is één uitzondering. Behalve de organisatie die u net noemde, is er ook nog de Belastingdienst die de toeslagen moest uitkeren. En voor de Belastingdienst gold de fraudewet niet. En bovendien was het wel of niet opleggen van een boete voor de Belastingdienst ook als een kanbepaling geregeld. Ja. Het overtreden van de inlichtingenplicht kon met de invoering van de fraudewet leiden tot een terugvordering en hoge boete. Dat zat in de wet. Hoe heeft u nou voor gezorgd dat het voor uitkeringsgerechtigden duidelijk was wat die regels waren? Ja, dat is in de eerste plaats verantwoordelijkheid van de uitkeringsaanvrager zelf. Als je iets vraagt van de overheid, je vraagt of een toeslag of je vraagt een uitkering, dan vraagt de overheid, als het om een huurtoeslag gaat, die vraagt dan wat is je huur? Hoe hoog is die huur? Als het om een kinderopvangtoeslag gaat, dan vraagt die overheid om hoeveel uren kinderopslag gaat het? En ben je zelf dan aan het werk? Heb je die opvang nodig? Als het gaat om een bijstandsuitkering, dan vraagt de overheid, ja, heb je dan ook nog zelf, behalve die uitkering, eigen inkomsten? Dus er zijn allerlei dingen die de overheid vraagt, waar de overheid op af moet kunnen gaan. En dat is iets belangrijks om je te realiseren, dat diegene die iets vraagt aan de overheid, dat er ook aan vastgekoppeld zit, dat je je dan informeert over je verplichtingen en dat je die verplichtingen ook nakomt. Nou kennen we natuurlijk ook groepen mensen, bijvoorbeeld zo'n 2 miljoen mensen die analfabeet zijn, onder andere. Hoe wordt er nou ook in die aanpak ervoor gezorgd dat de regels, die soms ook complex zijn, dat blijkt uit onderzoeken, dat mensen dat ook goed tot zich kunnen nemen, aan preventie, aan voorlichting? In wezen zijn de regels natuurlijk niet complex. Hè? Je moet gewoon naar waarheid moet je vertellen wat zich om jou heen afspeelt, wat voor jou relevant is, op grond waarvan jij een uitkering of een toeslag wil hebben. Dus dat is in wezen is dat niet zo ingewikkeld. En verder is het zo dat, ja, als je iets vraagt aan de overheid, dan weet je dus in ieder geval al dat je bij die overheid terecht moet. Dan vervolgens kun je ook aan die organisatie waar je mee te maken hebt, kun je vragen hoe het in elkaar zit. Er zijn ook andere instanties die je kunnen helpen bij dit soort zaken. Dus de mogelijkheden zijn er om je te laten informeren. Ja. En de verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de aanvrager om van die mogelijkheden gebruik te maken en zich vervolgens ook aan de regels te houden. Ja, begrijp ik het goed dat u zegt, de aanvrager zelf heeft een verantwoordelijkheid. Die kan zich laten bijstaan, die kan naar organisaties gaan en zich laten voorlichten, zodat hij op de hoogte is van de regelgeving. Ja, u moet zich ook voorstellen, het gaat om hele grootschalige systemen. Hè? Bij de toeslagen waar we het nu over hebben gehad, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget, ging het in totaal om zo'n 15 miljoen beschikkingen die door de overheden gegeven werden. 15 miljoen beschikkingen waarmee 9 miljard werd uitgekeerd aan 6,5 miljoen huishoudens van de 7,5 miljoen die we in 2010 hadden. Dus het gaat om hele grootschalige systemen. En de overheid moet zorgen dat die systemen goed op orde zijn. Dat de wetgeving goed op orde is. Maar het individu dat iets vraagt aan de overheid, ja, die moet ook bijdragen aan een correcte afwikkeling. En dat kun je doen door te zorgen dat je naar waarheid informatie geeft. En als je over onvoldoende kennis beschikt, dat je dan probeert die kennis te pakken te krijgen. Ja, ik zeg dat toch even omdat ik me ook kan voorstellen dat er mensen zijn die dat lastig vinden, dat dat soms complex is. U geeft aan, het is in wezen niet complex. Nou heeft het ministerie van SZW opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar wat beweegt de fraudeur, zo heet dat onderzoek. En daar bleek dan uit dat 2/3 van de mensen de regels eigenlijk zonder het echt te weten overtreedt vanwege onkunde of omdat ze het gewoon niet wisten. Was dat nou voor u nog aanleiding om te kijken of dat iets met het beleid in aanpassing deed? Het onderzoek wat u aanhaalt,
Dat onderzoek dat u aanhaalt, dat heb ik niet voor de geest. Dat zegt me zo, zo niks. Het is zo dat wij in de systematiek van de fraudewet, dat wij daar zekerheden hebben ingebouwd, zoals ik net al genoemd heb. En ik denk dat die zekerheden die we ingebouwd hebben, dat die ervoor kunnen zorgen, dat die ervoor zorgen dat als iets niet verwijtbaar is, of als er bijzondere omstandigheden zijn, dringende redenen, dat er dan geen dingen gedaan worden door de overheid die niet juist zijn. Ik wil met u gaan naar de memorie van toelichting van de fraudewet. Ik denk dat u hem kent. En daarin staat dat een relatief kleine, maar gestaag groeiende groep hardnekkige fraudeurs verantwoordelijk is voor een steeds groter deel van het totale fraudebedrag. Een strenge sanctieregime zou nodig zijn om de groeiende groep fraudeurs te ontmoedigen. Dat was de onderbouwing. Onderschrijft u die motivatie? Ja, daar gaat het dus om dat 1%, die 53 miljoen, waarvan is geconstateerd dat daar sprake is van fraude. Maar er is natuurlijk meer fraude dan alleen maar geconstateerd wordt. Er wordt veel zwart gewerkt in ons land. Wat bedoelt u met veel zwart gewerkt? Heeft u daar cijfers bij? Of ik cijfers heb over hoeveel zwart gewerkt wordt? Ja, u stelt, er wordt veel zwart gewerkt. Ja, en ik probeer daar gevoel bij te krijgen. Ja, er wordt veel zwart gewerkt, maar met het gegeven dat het zwart is, betekent ook dat ik niet kan zeggen, ja, als je het optelt in het land, dan kom je aan zo en zoveel. Wat zich buiten het gezichtsveld van de overheid afspeelt, ja, daar heb je geen concrete totaalcijfers over. Ja, maar u kwalificeert het door te zeggen veel. Ja, u zegt niet er wordt zwart gewerkt. Dus ik dacht, ik vraag aan u, als commissie willen we graag weten, wat is dan veel? Nou, veel is bijvoorbeeld zoals de landelijk contact sociaal rechercheurs heeft gezegd, van het is mogelijk om 500 miljoen tot 1 miljard per jaar aan fraude te detecteren. Dat is degene die met dat werk belast zijn, die komen met zo'n inschatting. En het is natuurlijk ook zo dat als je, iedereen kan zich voorstellen dat niet alle gevallen waarin zwart gewerkt wordt, dat die vastgesteld worden. Het is zo dat er een bepaalde hoeveelheid overtredingen plaatsvinden en een deel van die overtredingen wordt vastgesteld. Dat deel wat vastgesteld werd is ongeveer 80.000, 90.000 per jaar. Ja, ik kom daar straks nog even op. Uit het verhoor met de heer Krug bleek dat de nalevingsniveaus op dat moment, we zeiden al eerder, tussen de 90% en 96% lagen. En dat is dat deel van de bevolking wat in de sociale zekerheid de regels nakomt. Wat was nou toch een motivatie om strenger te gaan sanctioneren? Maar als ze 90% tot 96% zegt hier, stel dat het 93% is. Dat betekent dus dat in 7% van de gevallen dat er een probleem is. Terwijl in 1% van de gevallen wordt het vastgesteld. Dus dan is er nog een factor 6 die gerealiseerd moet worden om op die 93% uit te komen. Was u het eens met de ambtenaren die met deze cijfers kwamen over die omvang? Op het moment dat je op een ministerie komt, dan ben je vanaf de eerste dag verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt en ook wat er in het verleden door jouw voorgangers is gedaan. Dus die verantwoordelijkheid die komt meteen, die ligt meteen op je schouders. Wat je moet doen is dat je zo snel mogelijk ingewerkt raakt. Je spreekt dus met een heleboel mensen en je probeert zo gauw mogelijk op gang te komen. Je krijgt heel veel informatie. Het is niet zo dat alle informatie die ik in het begin op me afkrijg, dat ik die onmiddellijk kan plaatsen. Dat geldt ook voor deze informatie. Ja. Het is zo dat naarmate wij voortschreden in het traject om te komen tot het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer in eerste instantie, ja, naarmate dat voortschrijden er was, kreeg je dus ook steeds meer en betere informatie en kwam je ook tot een steeds beter beleid. Ja. De Raad van State stelt in haar advies over de fraudewet dat de noodzaak van de strengere fraudeaanpak onvoldoende is onderbouwd. In het advies staat, de afdeling is van oordeel dat de argumentatie om tot een forse verzwaring van het sanctieregime in de sociale zekerheid te komen, beperkt is en niet overtuigd. Nodig is een sluitend betoog over het verband tussen de omvang van de fraude en de voorgestelde verzwaring van het sanctieregime. De afdeling adviseert daartoe. Wat vond u van die conclusie?
Nou, we hebben daarop gereageerd. U haalt nu het advies van de Raad van State aan. Vervolgens van de kant van het kabinet is er een nader rapport waarin aangegeven wordt hoe wij tegen de opmerkingen van de Raad van State aankijken. Wat we naar aanleiding daarvan verbeteren in de toelichting. Wat we naar aanleiding daarvan veranderen in het wetsvoorstel. Dus daar is dat in te vinden, wat wij daarvan vinden. Nou zegt de Raad van State, het is verder geenszins uitgesloten dat de uiteindelijke omvang van de fraude mede gevolg is van het niet optimaal handhaven. Heeft u dat nog onderzocht? Optimaal handhaven, wat wij... Dat betekent dat ze aangaven dat de huidige instrumenten wellicht nog niet goed genoeg ingezet werden. Ja, ik was niet onder de indruk van die huidige instrumenten. We zouden ze eens wat door kunnen lopen. Ik heb al genoemd dat er voor de bijstandwet geen boete opgelegd kon worden. Ik heb al aangegeven dat voor wat betreft de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen, dat het daar zo was dat de boete maximaal 10% was, met een maximum wat al 13 jaar niet was geïndexeerd. Ja. Voor wat betreft de kinderopvangtoeslag heb ik al aangegeven dat de Belastingdienst op een gegeven moment meldde dat de afgelopen jaren helemaal geen boetes waren opgelegd. Dus er was zoals ik in het begin van dit verhoor ook zei, er was een heleboel te verbeteren. Dat klopt, maar het gaat, als ik het goed heb, over het verhogen en over aanpassingen, boete. Maar de Raad van State zat meer op, wat is nou de overtuiging dat het noodzakelijk is? Ja, dus het feit dat er geen boete opgelicht werd, vanuit de gemeente gaf u aan, dat betekent dat dat instrument in die omvang nog wel gebruikt had kunnen worden. Ja. De vraag is, waarom was het noodzakelijk om het sanctieregime te verzwaren? Nou, u haalde net aan een medewerker die gisteren verhoord is door u, die gezegd heeft, ja, het zit ergens tussen de 90% en de 96% de naleving. Ik heb gezegd, nou, laten we even uitgaan van 93%. Dan zit er dus 7% verschil met dat iedereen de regels naleeft. 1% stel je dat vast en 6% gebeurt er dus volgens die becijferingen. Gebeurt er dus ook, maar stel je het niet vast en is er dan op het punt van de handhaving, is er een heleboel nog te verbeteren. Namelijk van die 1% op die 7% komen. Daar is dus winst mogelijk. Ga ik er even naar voorbij of die inschatting van die 90 tot 96% of dat de juiste inschatting is. Daar zijn ook andere cijfers voor beschikbaar en die heb ik net ook al genoemd. In de Kamerbrief over het advies van de Raad van State en het nader rapport schrijft u dat er sprake is van een groeiende groep fraudeurs. U reageert hiermee op de opmerking van de Raad van State dat niet is bewezen dat de omvang van de fraude is toegenomen. In de brief schrijft u, voor de sociale zekerheid is de stelling dat een kleine, maar groeiende groep fraudeurs zich schuldig maakt aan benadeling met steeds grotere bedragen met inmiddels beschikbare nieuwe cijfers beter onderbouwd. Als we deze cijfers op een rij zetten waar u aan refereert, dan zien we het volgende. Tussen 2008 en 2010 daalde het aantal fraudeurs met uitstaande boetes groter dan 25.000 euro van ruim 70.000 gevallen naar zo'n 63.000. Ook daalde het aantal fraudeurs met een uitstaande boete groter dan 25.000 euro. Hoe kwam u nou op basis van die cijfers toch tot de conclusie dat een strengere sanctieregime nodig was? Ik heb daar net een paar dingen over gezegd, hoe wij tot conclusies kwamen. Ik begrijp niet goed deze cijfers, die ligt u eruit. Ik kan ze niet zo plaatsen wat betreft het totaal van het aantal overtredingen van de inlichtingenplicht. Was het zo dat in het jaar 2010 was dat een totaal van, uit mijn hoofd, 111 miljoen in totaal. Ging het om 111 miljoen. Het jaar daarna, het jaar 2011, wat ik net zei, was dus het jaar 2010 111 miljoen. En het jaar 2011 ging het om, uit mijn hoofd, 156 miljoen. Daar zat dus een forse groei in. Het gaat me niet zozeer om dat bedrag. Het gaat om dat u zelf schrijft. Het gaat om een kleine, maar groeiende groep fraudeurs. Ja. Die groeiende groep fraudeurs, dat haal ik niet uit de cijfers van toen die beschikbaar waren. Want dat was namelijk in 2008 waren het er 70.750. En dat daalt in 2009 naar 65. En in 2010 daalt dat naar 62.000.
Ja, u ziet een verschil tussen wat wij aan de Kamer hebben laten weten. Want u haalt die informatie uit een brief aan de Kamer, begrijp ik? Of staat het in de memorie van toelichting? Even kijken, u heeft daar een mapje als het goed is. En nou zit ik heel even te kijken waar dat... Dat zit in de memorie van toelichting, bijlage J voor u. Het staat in de... Ja, en daar staat dus in dat er een groeiende groep was. En dan zegt hij van ja, uit de cijfers blijkt dat die groei er niet in zat. En blijkt dat ook uit die memorie van toelichting? Nee, u schrijft zelf, voor de sociale zekerheid, u schrijft zelf als reactie op de Raad van State dat een kleine maar groeiende groep fraudeurs zich schuldig maakt aan benadeling met steeds grotere bedragen. En de vraag is, wat blijkt dat dan uit? En nou blijkt uit de informatie die wij tot ons hebben genomen dat dat juist daalde. In 2008 was het 70.750 en in 2010 daalt dat naar 62.970. En ook het aantal fraudeurs met boetes groter dan 25.000 euro, dus die hardnekkige groep die met steeds grotere bedragen fraudeert, die neemt ook af. En dan is de vraag, hoe komt u dan op basis van die cijfers tot de conclusie dat het steeg? Ik weet het niet. U vergelijkt twee zaken en komt tot een conclusie. Dat is uw goede recht. Van mijn kant zeg ik dat van het jaar 2010 naar het jaar 2011 er een flinke stijging zat in het totaal. Hoe dat precies die verdeling zat over grotere fraudeurs en kleinere fraudeurs, dat weet ik niet. En bovendien is het zo dat wat wij weten over grote en kleine fraudeurs alleen maar dat deel is wat we hebben kunnen vaststellen. En er is een heleboel wat we niet hebben kunnen vaststellen. Ja, maar als u dit kunt vaststellen, dan schrijft u dat een kleine maar groeiende groep fraudeurs zich schuldig maakt. Dat schrijft u zelf. Wat baseert u dat dan op? Dat weet ik niet. U vergelijkt een tekst die wij in het nader rapport hebben gezet, begrijp ik, met een tekst die in de memorie van toelichting staat. En u zegt dat daar een verschil tussen zit. Nou, dat is betreurenswaardig en het is aan u om dat vast te stellen en dat te beoordelen. Ja, u stuurt zelf deze cijfers in de memorie van toelichting mee. Ja. Dus ik probeer dan te begrijpen hoe dat optelt tot de onderbouwing dat een kleine groep fraudeurs, dat stijgt en ja, dat ook hogere bedragen zijn. Dat haal ik in ieder geval niet, halen wij als commissie niet uit de cijfers. Nee, maar meneer Arsakan, u vraagt mij nou hoe dat precies zit. Hè? Maar zo'n die memorie van toelichting, 70 pagina's, dat nader rapport, 10, 15 pagina's, ik weet het niet precies, dat speelde zich 12 jaar geleden af. Dus als u mij nou vraagt van hoe zit dat nou precies, ja, ik doe mijn best, maar ik weet niet alles. Nee. Nee, dat begrijp ik. Het is natuurlijk cruciaal dat de Raad van State zich daarover uitlaat. En in eerste instantie zelf de vraag stelt, is de noodzakelijke maatregel, is die fraudewet, is die nou goed onderbouwd en doet hij wat hij dan moet doen? En daar stellen ze vragen over. Dat is naar aanleiding daarvan, de onderbouwing. Ja, maar wat hij er nu uithaalt, wil natuurlijk absoluut niet zeggen dat het niet nodig was en dat het niet hoeft te gebeuren. Daar hebben we al een heleboel over gewisseld. Zeker. Het is natuurlijk zo dat je die informatie die je geeft naar de Raad van State, naar de Tweede Kamer toe, die moet en correct en consistent zijn. En als dat een keer niet het geval is, dan is dat jammer. Ja. De doelgroep van de fraudewet is breder dan de relatief kleine groep. En u verwijst daarnaar in die hardnekkige fraudeurs, daar verwijst u naar. Onder de fraudewet krijgen ook burgers die voor kleine bedragen of eenmalig de inlichtingenplingen niet nakomen, een boete. Als ik het goed begrijp, dan zegt u, er is een kleine groep mensen die hardnekkig fraude pleegt. En dan zegt u, dan wil ik als oplossing een boete voor iedereen. Ook kleine vergrijpen. Iedereen krijgt dan een boete. Nee, ik wil niet dat iedereen een boete krijgt. Ik wil graag dat iedereen goede informatie geeft. En als mensen aan de overheid die voor het verstrekken van de uitkering afhankelijk is van die informatie die verkregen wordt, als mensen verkeerde informatie geven en bovendien bij een toetsing wordt vastgesteld dat verwijtbaar is en dat de ernst van de situatie is beoordeeld, de ernst van de overtreding is beoordeeld, en als vervolgens ook nog vastgesteld wordt dat er geen dringende redenen zijn om af te zien van een boete, ja, dan vind ik dat er een boete moet volgen. Niet met de bedoeling om boetes uit te delen, maar met de bedoeling om te zorgen dat er niet gefraudeerd wordt en dat er goede informatie verstrekt wordt. Dank. Ik geef het woord aan mevrouw de voorzitter. Mevrouw Belheij. Ja.
De Raad van State was ook kritisch over de effectiviteit van strengere sancties. En zij adviseren om de stelling dat zwaarder straffen preventief werkt op nakoming van de inlichtingenplicht, dat dat beter moet worden onderbouwd. Waar was het op gebaseerd dat maatregelen van fraudebestrijding ook in de praktijk zouden werken? Kijk, als je als overheid afhankelijk bent van informatie die je krijgt, mensen die willen een uitkering of een toelage hebben, en je moet uit het belastinggeld wat jou is toevertrouwd, premiegeld wat je is toevertrouwd, moet je die uitkering verstrekken. Ja, dan moet je op die informatie kunnen afgaan. En je moet zorgen dat, dat mensen weten dat als ze niet de juiste informatie geven of geen informatie geven, als dat wel moet gebeuren, dat daar een sanctie op volgt. Het is heel logisch dat als mensen iets niet mogen doen, iets niet verkeerd mogen doen, maar daar geen reële sanctie op volgt, ja, dat daar geen preventieve werking van uitgaat. Dus net zo goed als je voor allerlei dingen, voor verkeersovertredingen, noem het maar op, als je niet aan de regels houdt dat er een sanctie volgt, is dat ook hier van belang. En ik heb dus moeten vaststellen dat er of geen of onvoldoende sanctie werd gegeven over een brede linie. En door wel die sanctie in te gaan voeren, was de overtuiging dat we vervolgens zouden bereiken dat de regels beter nageleefd zouden worden. Het is heel helder waarom u het belangrijk vindt. Wat uw mening er ook over is, waarom dat goed is om maatregelen te treffen. Maar de vraag is eigenlijk, als je dan maatregelen treft, dan wil je natuurlijk wel weten of ze werken. Of was er ergens een soort wetmatigheid over als je strengere straffen of strengere sancties doorvoert, dan gaat dat goed werken. Maar moet ik hier nou aangeven dat als je geld vraagt van de overheid en je geeft verkeerde informatie en je krijgt dat geld en daar zit geen boete op, dat dan slechter is dan als er wel een boete op zit, dat daar dan preventieve werking van uitgaat en dat je dan bereikt dat er minder verkeerde informatie wordt gegeven? Dat zijn toch dingen die, denk ik, voor iedereen logisch zijn? Voor iedereen logisch zijn? Ja, lijkt mij. Ja. Dat lijkt u inderdaad. Ik denk dat we langs elkaar heen praten. Het gaat niet over of welke overtuiging je hebt, of je dat belangrijk vindt dat mensen niet mogen frauderen. Mijn vraag gaat eigenlijk over waar is het op gebaseerd dat als je die zwaardere straffen invoert, dat het werkt. Als je maatregelen neemt en je zegt we gaan strenger straffen, misschien zijn er wel 10 andere maatregelen die effectiever zouden kunnen zijn. Nou, we hebben aangegeven, onze memorie van toelichting, dat uit een andere situatie, ik zou even op moeten zoeken welke situatie dat precies is, maar dat in een andere situatie daar ook gebleken is dat als je met effectieve sancties komt, dat dan het resultaat is dat het aantal overtredingen minder is. Ik geloof dat het daarbij ging om de arbeidsregelingen. Dus dat betreft dan werkgevers. Wij hebben tot nu toe alleen gesproken over burgers. Ja. Maar het fraudebeleid betreft ook bedrijven. Zeker. En als het ging om overtreding van de arbeidswetregels, als daar effectiever gesanctioneerd werd, dat het gevolg daarvan was dat er ook veel minder overtredingen plaatsvonden. Dat voorbeeld hebben wij, geloof ik, ook aangereikt. Ja, de heer De Krom, ik zal u helpen. De heer De Krom verwees er ook naar. Inderdaad, de Vreemdelingenwet en verkeersovertredingen werden een beetje als casus gezien waaruit zou blijken dat als je dat doet, dat strengere of zwaarder straffen, dat preventief werkt. Maar dat zegt u eigenlijk ook. We hadden andere voorbeelden. En toen dachten we, dan gaan we dat ook hierop toepassen. Ja, ik had het over de wet arbeid vreemdelingen. Dat is een van de wetten waar werkgevers zich aan moeten houden. Precies. En daar is het sanctieregime verscherpt met het gewenste resultaat. Ja. Zou ik nog uitmaken op welk beleidsterrein je toepast? Dat het een hele andere uitwerking kan hebben. Nou, je moet natuurlijk, als je praat over uitkeringen en toeslagen, moet je extra voorzichtig zijn. En daarom dat ook die... Waarom? Omdat het mensen zijn, vaak in kwetsbare omstandigheden. Je bent je werk kwijt, je krijgt een WW-uitkering, je hebt geen inkomen, je hebt een bijstandsuitkering.
Je kinderen gaan naar de opvang terwijl je een laag inkomen hebt. Dus daar moet je ook in ondersteund worden door de overheid. Dus dat betekent de verantwoordelijkheid van de overheid naar de burgers toe, dat je verantwoord optreedt en rekening houdt met de omstandigheden. En vandaar dat wij dat ook hebben geregeld in de fraudewet. Ja, maar wat zegt u nu eigenlijk als deze mensen in deze situatie zich begeven? Dat daar een extra reden is voor de overheid om verantwoord te handelen. Verantwoord te handelen. En bedoelt u daarmee zwaarder straffen of bedoelt u iets anders? Nee, wat ik bedoel is dat je... Ik vraag het oprecht omdat ik het over zware straffen had vandaar. Ja, maar waar ik het over heb is dat je met mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren, dat je daar extra voorzichtig bent en dat je dan goed rekening houdt met alle omstandigheden. En dat als er geen sprake is van verwijtbaarheid of er is sprake van bijzondere dringende redenen, dat je dan ook afziet van een boete. Ja. En dus weer even terug te gaan waar we waren begonnen. Die maatregelen van fraudebestrijding, in welke mate die zouden werken in de praktijk, die waren dus eigenlijk gebaseerd op andere casussen, voorbeelden waar dat gewerkt heeft. Ja, met natuurlijk het algemene gevoel dat je hebt dat als iets verboden is of als iets geboden is en dat verbod of dat gebod dat wordt overtreden en je legt daar een sanctie op, dat helpt. Waar staat dat het zo is? Nou, dat is mijn algemene gevoel. Dat is het algemene gevoel van de mensen in het land. Alle mensen in het land? Niet alle mensen. Ik heb percentages genoemd die bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer aan de orde kwamen. Als iets niet mag en je doet het toch en er zit geen boete op, dat minder verstandig is dan als iets niet mag en er zit wel een boete op. Ja, dat je dan bereiken dat er minder dingen gedaan worden die niet mogen. Ja. Ik begrijp ook niet goed dat ik dat moet uitleggen. Ja, nou het ging even over wat het effect is. Dan vraag ik aan u waar dat vandaan komt. Dan zegt u dat is mijn gevoel dat dat werkt als mensen iets doen wat niet mag. En je straft ze, of je geeft zware straffen, want dat heeft een preventieve werking. En vervolgens trekt u dat onderzoek van de beleving van mensen of ze het belangrijk vinden dat fraude wordt bestreden, betrekt u erbij. Maar dat zijn eigenlijk twee losse dingen. Het gaat even over, dat onderzoek ging niet over of mensen van overtuigd waren, als je mensen maar zwaarder straft, dan gaat dat wel werken. Dat is gewoon uw eigen overtuiging. Nou, mensen vinden dat er niet gefraudeerd moet worden. Mensen vinden dat als er wel gefraudeerd wordt, dat dan dat fraudebedrag terugbetaald moet worden. Mensen vinden ook dat er bestraft moet worden. En mensen denken ook dat dat helpt. Ja, maar het ging natuurlijk over of het uiteindelijk ook zo is. En waar dat op gebaseerd was. Maar daar heeft u zeker antwoord op gegeven. Ik ga door met de volgende vraag. Waaruit bleek dat een 100% boete bovenop een terugvordering zou bijdragen aan de naleving van burgers? Weet je, in het verlengde waar we het net over hadden. Maar... Ja, die 100% boete op zichzelf komt niet uit de lucht vallen. In de fiscaliteit had je al een 100% boete. Kijk, er is dus op een gegeven moment sprake van een verwijtbare overtreding van de inlichtingenplicht, als gevolg waarvan de ten onrechte uitkering is betaald of de toeslag is verleend. Ja, op zo'n moment dat zoiets gebeurt, dan is het nodig om te beginnen dat het bedrag wat je ten onrechte hebt verkregen, dat terugbetaald wordt. Dat is geen boete, dat is geen straf, dat is gewoon het rechtzetten van de situatie. Maar er is, behalve dat je iets rechtzet, moet er ook een straf gegeven worden, is de redenering in de fraudewet. En die straf, daar hebben we voor 100% gekozen, ook in overeenstemming met wat er in de fiscaliteit al speelde. En dat betekent dus dat als je fraudeert voor 600 euro, dat je dan geen 10.000 euro boete krijgt, maar dan krijg je 600 euro boete als het verwijtbaar is en als er geen dringende redenen zijn om van die boete af te zien. En waarom geen 100 euro boete dan? Het is de bedoeling dat die boete die gegeven wordt, dat het gewenste effect heeft. En dat gewenste effect, dat is dat er niet gefraudeerd wordt. En de inschatting is dat bij een boete die overeenkomt met het bedrag wat gefraudeerd is, dat je dan het gewenste effect bereikt. Ja, en het ging meer over de gradaties. Je kunt kiezen voor 100%, je kunt kiezen voor 50%. 20%. Waar zou dan uitblijken dat als je echt 100% doet, dat goed werkt. Dat sluit aan bij wat er in de fiscaliteit al gebeurde. Kunt u daar iets meer over vertellen? Want
bij mij gaat er even geen belletje rinkelen. Waar verwijst u precies naar? Als je, met de fiscus te maken hebt en je hebt daar gefraudeerd, dan wordt daar een boete van 100% opgelegd. Oké, okay. En dat was uw persoonlijke ervaring, dat heel effectief was? Niet persoonlijk, maar dat is gewoon iets wat ook in de stukken staat. Welke stukken? Nou, ik begrijp dat u inmiddels 500.000 stukken heeft. 700.000. Hoeveel? 700.000. Ah ja, ik weet niet precies in welk stuk dat staat. Oké. Okay. Nee, ik begrijp het dat als u zegt het staat ergens, maar voor ons is het dan heel belangrijk om dan... Ja, we willen natuurlijk dingen verifiëren... Ja, misschien een kan ik helpen. Als het ergens staat, dat begrijp ik. Maar wij doen natuurlijk onderzoek en we willen natuurlijk zo feitelijk mogelijk, of gewoon feitelijk mogelijk, weten waar dat dan staat. Ja, wat precies wilt u weten op dit punt? Wilt u nog een keer zeggen? Nou, ik vroeg aan u waar dat vandaan kwam. Toen zei u dat kwam uit de fiscaliteit. Waar die 100% vandaan komt. Ja, en toen gaf u dat aan. Dat komt uit de fiscaliteit. Nou, ik heb gezegd dat aansluit bij wat er in de fiscaliteit gebeurt. Maar ik heb wat ik heb willen zeggen, is dat als er een... fraude is en je geeft dan een boete die gelijk is aan het fraudebedrag, ja, dat ik denk dat daar dan vervolgens de gewenste effectieve preventieve werking van uitgaat. Okay. In de reactie op een Raad van State advies stelt u dat het kabinet verwacht dat sancties bij uitkeringsfraude een positief effect zullen hebben op het naleven van de inlichtingenplicht, omdat sancties bij het niet nakomen van reïntegratieverplichtingen een positief effect hebben op uitstroom naar werk. Waarom vergelijkt u het naleven van de inlichtingenplicht met het naleven van de reïntegratieplicht? Waarom niet? Oké. Daarnaast waren gemeenten niet overtuigd van de financiële effectiviteit van het wetsvoorstel. In een brief aan het ministerie staat dat het ministerie verwacht dat de fraudewet meer zou opbrengen dan het kost. Maar gemeenten stellen, en ik citeer, dat dit geenszins het geval is. Zij verwachten dat de kosten voor de uitvoeringslasten, dus om dat uit te voeren, en schuldhulpverlening, wat daaruit voort kan komen, door financiële problemen van die burgers hoog uit zullen vallen. Weet u nog wat u heeft gedaan met deze kritiek? Ik denk dat als de gemeentes duidelijk kunnen maken dat er hogere uitvoeringskosten zijn dan waarbij in de bedragen die ze krijgen voor de uitvoering van een bijstandswet rekening is gehouden, dat vervolgens die bedragen worden aangepast. Volgens mij zijn ook in dit verband die bedragen aangepast. Ja, dat... Ik weet niet of dat inderdaad in dit geval is gebeurd. Maar als het meer gaat... U stelde dat het meer zou opbrengen dan het kost. Maar die gemeenten zeggen, nee, dat is dus niet zo. Dus met alle uitvoering die bij doet, alle aandacht, alle handhaving, controles, kost het meer dan wat feitelijk dan... De besparing. Ja, besparen. Dat is inderdaad een formulering. Mm-hmm. Nou, kijk... Het is de plicht van de overheid om te zorgen dat als je belastinggeld uitgeeft in de vorm van uitkering of toeslagen, dat dat geld dan terechtkomt bij mensen die daar volgens de wet en de regels recht op hebben. Dus ik vind die uitvoeringskosten heel belangrijk en daar wil ik best over praten. Maar hoe hoog die uitvoeringskosten ook zijn, overeind blijft er altijd dat je moet zorgen dat je mensen recht doet, dat je ze geeft waar ze recht op hebben. En dat je niet iets geeft waar mensen geen recht op hebben. Ja. En wat ze verwijtbaar hebben aangevraagd. Ja. Dus u zegt eigenlijk, al zou dat zo zijn, dat het meer kost dan dat het zou opleveren. Als je dat geld weer terughaalt, dat maakt niet uit. Want het principe is dat je niet moet willen dat mensen fraude plegen. Nou, ik denk dat die situatie doet zich niet voor. Het is zo dat als je als overheid effectief bent in fraudebestrijding en je kunt dus voorkomen dat er fraude gepleegd wordt, dan worden er dus niet ten onrechte toeslagen en uitkeringen gegeven, niet te hoge toeslagen en uitkeringen gegeven. En daarmee per saldo zul je natuurlijk besparingen realiseren die altijd lager zullen zijn dan de uitvoeringskosten. Ja, dus dan kost het meer om het te doen dan wat het je oplevert. Nee, ik denk dat het, ik bedoel te zeggen, dat het juist meer oplevert dan dat het kost. Ja, maar de gemeentes gaven duidelijk aan dat bij de uitvoering daarvan dat dat dus niet het geval was. Ja. De gemeentes die worden, wat betreft uitvoeringskosten, worden ze gecompenseerd door de Rijksoverheid. En het is zo dat als je kunt bereiken met fraudebestrijdingsbeleid dat er minder gefraudeerd wordt, per saldo levert dat natuurlijk winst op.
Ja. Winst in de vorm van rechtvaardigheid en winst in de vorm van financiële besparingen. Ja, u was het dus niet eens met deze kritiek. Ik geef het woord aan de heer Arsenkamp. Dank, voorzitter. Meneer Kamp, u gaf aan dat de groep mensen in de bijstand, met name sociale zekerheid, dat kwetsbare mensen zijn. Jazeker. Dat we daar goed en zorgvuldig naar moeten kijken. Nou gaf u ook aan dat die 100% boete, die gebeuren in de fiscaliteit, dus aan de belastingenkant. Zijn dat dan dezelfde groepen mensen? Nou, de vraag, u weet zelf, het is een retorische vraag van u, meneer Arsenkamp. Mensen in de bijstand, dat zijn niet dezelfde mensen als die fraude plegen in de fiscaliteit. Nou, dat zijn, door de bank genomen zijn dat verschillende groepen. Ja, maar was dat nog aanleiding om dan die 100% boete misschien op 60 of op 70 te zetten? Nee, want als iets verwijtbaar is, als je verwijtbaar geld hebt gekregen van de overheid op basis van verkeerde informatie van jouw kant, dan moet dat ook bestraft worden op een gevoelige manier. En die straf in de fraudewet is gelijk aan het bedrag wat gefraudeerd is. En ik denk dat goed met elkaar in evenwicht is. Ja. Je fraudeert voor 1000 euro en je krijgt een boete van 1000 euro. En ja, wat natuurlijk ook van belang is, kijk, het is niet zo dat alleen maar een beoordeling is die ik heb gemaakt, maar dat is een beoordeling die door de wetgever is gemaakt. Dat betekent dat het kabinet heeft die beoordeling gemaakt, is met een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan. De Tweede Kamer heeft dat wetsvoorstel ook in de periode dat het kabinet demissionair was behandeld en vervolgens dat wetsvoorstel aanvaard. Daarna is het in de Eerste Kamer gekomen, is het ook aanvaard. Ja. Dus het is ook de wetgever die heeft alles gezien hebbende, onder andere wat de gemeenten zeggen, wat de Raad van State zegt, wat al degenen die hebben willen reageren hebben gezegd en vervolgens de conclusie getrokken dat dit de juiste aanpak was. Helder. En we proberen met u een beetje met elkaar in het verhoor vast te stellen hoe dat allemaal gegaan is. Nou wilde u met de fraudewet ook de aangiftegrens verhogen van 10.000 euro naar 50.000 euro. En dat betekent dat iedereen met een boete tot 50.000 euro een bestuursrechtelijke procedure zou krijgen in plaats van een strafrechtelijke behandeling. Hiermee zouden meer zaken via het bestuursrecht en minder via het strafrecht worden behandeld. Klopt dat? Ja. Wat is nou precies het verschil tussen tot 10.000 euro afdoen via het bestuursrecht en dat daarna in het strafrecht zat? Wat was die verhoging? Wat is dat precies, dat verschil? Het ging erom om zoveel mogelijk in de bestuursrechtelijke sfeer af te doen. En dat is omdat je dan onmiddellijk kunt reageren. En naarmate je snel reageert, bereik je ook het meeste preventieve effect. Dus als duidelijk is dat als je in de sfeer van de sociale zekerheid fraudeert, dat je dan snel een hoge boete krijgt, ja, dan gaat daar een grote preventieve werking van uit. Als je bij het Openbaar Ministerie en vervolgens bij de rechter terechtkomt, dan zit daar een lange periode tussen het moment van het uiteindelijk vastgesteld krijgen van een straf en het moment dat het feit gepleegd is. Ja. In de bestuursrechtelijke sfeer kun je veel sneller handelen. Ja, u zegt eigenlijk, wij konden dus sneller die boetes opleggen en we hoefden niet te wachten totdat men in de rij ging staan bij de rechter. Uiteindelijk later bij een rechter kwam, dat duurde te lang. Ja, het is ook voor de rechter moeilijk om dat allemaal te verwerken. Ik heb al gezegd dat het om 80.000, 90.000 gevallen per jaar ging. Ja. Wat waren nou de gevolgen van deze verschuiving voor burgers die een beroep deden op sociale zekerheid? Welk besluit bedoelt u? Nou, het besluit dat u zegt, normaal gesproken komt er een rechter aan te pas als het boven de 10.000 euro is. En nu mag een uitvoeringsorganisatie, sociale verzekeringsbank, een gemeente, een UWV mag tot 50.000 euro een boete opleggen. Ja. Wat betekent dat voor een burger? Dat in meerdere gevallen die burger rechtstreeks met de overheid te maken krijgt voor de afdoening van het feit. Maar nou kun je ook zeggen dat in dat bestuursrecht het voor de burger ook lastiger is. Ja, ik weet niet wat lastig is. Het gaat dus om die gevallen dat er een overtreding is geweest van de inlichtingenplicht, dat de verwijtbaarheid is vastgesteld, dat er geen dringende redenen zijn geconstateerd en dat er dus een boete is opgelegd. En dat gebeurde dus
al tot een bepaald bedrag en nu gebeurt het tot een hoger bedrag. En de reden dat we dat gedaan hebben is dat we graag wilden dat er snel resultaat werd bereikt. En niet in de zin van snel veel boetes opleggen, maar in de zin van snel minder fraude krijgen. Maar nou, als het om hogere bedragen gaat, dan lijken waarborgen ook verstandig. Want dan is de impact op groepen mensen hoog, ook als dat misschien ten onrechte is. Dus het strafrecht biedt die waarborgen die het bestuursrecht niet heeft. Nee, maar het gaat om de impact op niet op een groep, maar op een individu. Hè? En dat individu, daar is de impact op goed geregeld in die fraudewet. Daar hebben we net al over gesproken op welke manier dat gedaan is. Er zijn nog een aantal andere aspecten daarvan te noemen. Als het zo is dat er een fraude in de bijstand plaatsvindt, dan is het dus zo dat je een periode van 3 maanden uiteindelijk geen uitkering kunt krijgen. Maar dan is er wel geregeld dat in die periode de huurtoeslag doorloopt, het kindgebonden budget doorloopt, de zorgtoeslag doorloopt. Dat je ook een leenbijstand kunt krijgen in die periode. Dus er zijn op allerlei manieren zijn de waarborgen ingebouwd door de overheid om te zorgen dat je niet onnodig raakt, maar dat je wel zoveel mogelijk preventief resultaat bereikt. Maar nou is het zo dat in het strafrecht is het zo dat alleen een rechter kan vaststellen dat je een fraudeur bent. En dat moet wettelijk en overtuigend bewezen zijn. In het bestuursrecht, dat kan dus nu van 10.000 tot 50.000 euro, kan men gesteld worden, u bent fraudeur en u moet nu 40.000 euro terugbetalen. Dan is het aan de burger om te gaan bewijzen dat dat niet zo is. Nou, er wordt niet gezegd van u bent een fraudeur. Er wordt gezegd van u had bepaalde informatie moeten geven. U heeft die informatie niet gegeven of u heeft verkeerde informatie gegeven. De manier waarop u dat gedaan heeft is verwijtbaar. Er zijn geen bijzondere omstandigheden. Dus krijgt u een boete. Ja, zo is dat, zo was dat al. Voor een deel op papier. Zo is dat ook bij andere zaken waar de overheid mee te maken heeft. Het is onmogelijk om dat grote aantal zaken waar de overheid mee bezig is. Ik heb al genoemd 15 miljoen beschikkingen als het over de toeslagen gaat. 9 miljard wat verdeeld wordt over 6,5 miljoen huishoudens. Dat soort aantallen kan onmogelijk de rechterlijke macht aan. Dus je moet zorgen dat je als overheid, als je daar verantwoordelijk voor bent, dat je dat dan ook op zo'n manier aanpakt dat het uitvoerbaar is. En dat wat er overblijft voor de rechter en het Openbaar Ministerie, dat zij daarmee uit de voeten kunnen. Ja. Was het voor u überhaupt een overweging bij die verhoging van 10.000 naar 50.000 euro om te kijken wat dan de positie is, gegeven het feit dat dat in het strafrecht beter gewaarborgd is? Is dat nog iets waar u overwogen heeft? Nou, wat wij overwogen hebben, is dat als gevolg van die systematiek van de fraudewet, dat er zorgvuldig opgetreden werd en met de belangen van de mensen op verschillende momenten, in verschillende vormen, ja, voldoende rekening gehouden werd. Dat, u heeft dat een aantal keer aan. Dat zijn die waarborgen, verwijtbaarheid, in welke omstandigheid, de ernst, et cetera. Klopt dat? Ja, maar ook als je uiteindelijk dan in de bijstandswet terecht komt of blijft, dat je dan niet maar onbeperkte periode zonder inkomen komt te zitten. Nee, het gaat om een periode van maximaal 3 maanden. Waarbij dan vervolgens nog weer een aantal waarborgen zijn ingebracht, zoals ik net heb genoemd. Die 3 toeslagen die overeind blijven. En ook de mogelijkheid van leenbijstand. Ja. Dus er is gewoon een zorgvuldig geheel van gemaakt. En die zorgvuldigheid, daar is de hele wetgever tot de conclusie gekomen dat dat inderdaad het geval was. Helder. Daarnaast wilde u ook het strafrecht aanscherpen door voor boetes van boven de 50.000 euro een gevangenisstraf te eisen. Op dat moment lag die grens nog op 70.000 euro. Waarom wilde u dat in het strafrecht ook aanscherpen? Nou, ik vond dat het kabinet vond dat wat geregeld was in de fraudewet, dat vervolgens ook aan zou moeten sluiten bij wat er op het ministerie van Justitie, Veiligheid en Justitie destijds gebeurde. Tegenwoordig Justitie en Veiligheid. Dus dat betekende dat dat besluit van het kabinet over een aantal wijzigingen die in de sociale zekerheid werden doorgevoerd, dat het vervolgens ook een vertaling moest krijgen in datgene wat justitie deed. En dat was dus wat ik wilde, maar wat ook het kabinet wilde en wat ook uiteindelijk gebeurd is. En als u zegt het kabinet wilde dat, specifiek u wilde dat ook. Waarom zei u het kabinet wilde dat? Want nou, daar ga ik vanuit, als u het wilt, dan is dat namens het kabinet.
We praten over de fraudewet. Hè? De fraudewet, een wet, is van de wetgever. En de wetgever is de regering. Maar in feite is dat het kabinet natuurlijk in de praktijk. En dan aan de andere kant de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Die zijn samen de wetgever. Dus ja, u spreekt mij aan en ik geef antwoord. En ik was ook de eerste verantwoordelijke als minister. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk het wetsvoorstel wat naar de Tweede Kamer gaat, is een voorstel van de regering. Zeker. Nee, hoor, maar dat is me volstrekt helder. U wordt ook verhoord in uw rol van eerste verantwoordelijke. Het viel me op dat u zei het kabinet vond. Ik zoek daar verder niks achter. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, u begon er al over, die stelde dat rechters dit niet proportioneel zouden vinden, omdat uitkeringsfraude dan strenger werd aangepakt dan sommige vormen van geweld. Vond u de aanscherping zelf proportioneel? Ja, ik vond de aanscherping proportioneel. Waarom vond u dat? Omdat wij steeds een relatie hebben gelegd tussen de ernst van de overtreding en de boete. Als je €600 fraudeert, krijg je €600 boete. Fraudeer je €10.000, dan krijg je €10.000 boete. Dat is, vind ik, heel logisch. Maar dat gaat niet. Maar dat is, ik was aangekomen bij het deel waarbij er gezegd werd, boven de €50.000 scherpen we ook aan, dan zou er een gevangenisstraf moeten komen. Dat is wat ik u vroeg. Niet de verhouding tussen het benadelingsbedrag en het bedrag als boete. Het was niet zo dat justitie alleen maar boven de 50.000 kon optreden. Er zijn ook zeker situaties denkbaar beneden die 50.000, dat er toch strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. En dat gebeurde ook. Meneer Kamp, het gaat me specifiek om waarom u zelf nou aangaf dat het verstandig was om al vanaf €50.000 in plaats van 70 een gevangenisstraf te willen eisen. Ik vond dat op het moment dat je ophoudt met het opleggen van bestuursrechtelijke boetes, dat het dan in een andere sfeer terechtkomt. En dat die andere sfeer, dat is dan dat er gevangenisstraf gegeven kan worden. Dat is het verschil tussen bestuursrecht en dat je het Openbaar Ministerie en de rechter inschakelt. In dat laatste geval kan de gevangenisstraf gegeven worden. En ik denk dat als er sprake is van zodanige situaties dat er zoveel gefraudeerd is, dat je dat niet meer in de bestuursrechtelijke sfeer, ook niet nadat die aangepast is in de fraudewet, kunt afdoen, dat het dan terecht is dat je dan vervolgens gevangenisstraf daarmee geconfronteerd wordt. Ja. Het UWV, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad van State waren kritisch over de verschuiving van het strafrecht naar het bestuursrecht. Het UWV twijfelde aan de proportionaliteit van sancties in het bestuursrecht. Zijn ze niet te hoog? Waarom hield u ondanks de kritiek van deze partijen vast aan de verschuiving? Kijk, het is zo dat je dat als je uitvoering hebt van nieuw beleid, dat de uitvoeringstoetsen komen. En dat is ook gebeurd. UWV, SVB, de gemeente, die hebben allemaal gereageerd. En dat waren reacties die qua hoofdlijn positief waren. Waarbij een aantal opmerkingen gemaakt zijn waaraan tegemoet gekomen kon worden. Andere opmerkingen die als minder zwaar werden gezien. Maar de conclusie, bijvoorbeeld van de Sociale Verzekeringsbank, was dat het uitvoerbaar was. De conclusie van de Belastingdienst was dat het uitvoerbaar was. Dus het is, die reacties die we kregen, die waren niet zodanig dat dat tot wijziging, tot andere wijzigingen aanleiding gaf dan die we al getroffen hebben. Ja, u geeft aan dat u de kritiek, u heeft dan geen aanpassingen gedaan, u heeft niets gedaan met die kritiek? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Kijk, bijvoorbeeld de Raad van State, hè, die had op drie punten drie principiële bezwaren hadden ze. Ze hebben gezegd van, wij vinden dat die preventieve last onder dwangsom die in het wetsvoorstel staat, dat niet kan. Nou, die hebben we eruit gehaald. Ze hebben gezegd dat uitsluiting van het recht op uitkering. Eén ogenblik, meneer Kamp. U gaat terug naar een aantal opmerkingen die gaan specifiek over de fraudewet. Dit gaat, waar ik u naar vraag, gaat specifiek over de verschuiving van die €10.000 naar €50.000 van het strafrecht, van het bestuursrecht naar strafrecht. Ja. Daar hadden het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad van State, het UWV, die hadden daar kritiek op. En het UWV zei, is dat nog wel proportioneel als die sancties eigenlijk door ons opgelicht kunnen worden van tussen die 10 en die €50.000. Want daarvoor konden zij maar tot €10.000 gaan. Ja, u leest dat in de reactie van het UWV. Ik heb die hier bij de hand.
Ik zie dat niet staan. Dus misschien dat u dat even kunt, eruit kunt halen. Ik zie hier wel staan dat tot mijn genoegen kunnen we constateren dat... ik zie als conclusie staan bij het UWV dat het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar is. Ja, dat is wat UWV zegt. En wat u zegt, ja, kan ik zo niet plaatsen. Nee. Ik ga met u verder naar de Raad van State, die adviseert, we hadden het er net over, de verschuiving van strafrecht naar bestuursrecht. Die gaf aan, als dat speelveld dan oneerlijker wordt, zie dan af van grievenrechten. Dus als men via het bestuursrecht dat soort sancties opgelegd krijgt, en die boetes die lopen op tot 50.000 euro, geeft dan aan dat die grievenrechten niet van toepassing zijn. Dus dan zou iemand een minder hoge drempel hebben, een burger, die zou zich dan kunnen verweren en die kosten niet hoeven dragen. Dus het advies van de Raad van State is, schrap die grievenrechten. Dat heeft u niet gedaan. Klopt dat? Er staat me bij, behalve dat u het zegt wat ik direct aanneem, maar er staat mij ook bij dat die griffierechten in stand gebleven zijn. Ja. Ja. Maar nou gaf de Raad van State aan, nogmaals, als u dat verschuift, haal dan die griffierechten weg, dan kunnen burgers zich iets makkelijker verdedigen, want het is per saldo, worden ze op achterstand gezet. Ja. Nou, u heeft dat dus niet overgenomen. We hebben op alle punten van de Raad van State gereageerd in het nader rapport. Ik heb al die punten uit dat nader rapport zo niet op een rijtje staan na 12 jaar, dus ik kan u dat zo niet zeggen. Weet u nog wel waarom u het verstandig vond om die grievenrechten te handhaven? Nee. Dan geef ik het woord aan de voorzitter. Ja, en ik wil even voorstellen om een korte schorsing te doen van ongeveer 10 minuten, 15 minuten. Dank. U mag ook tijdens de schorsing hier blijven zitten, maar wij gaan wel even de zaal verlaten.
Ik heropen de vergadering en verzoek de griffier om de getuigen weer binnen te leiden. Meneer Kamp, ik heb de vergadering weer geopend en stel voor dat we weer verder gaan. De commissie wil het nu graag met u hebben over de invloed van de fraudewet op de kinderopvangtoeslag. U heeft daar al iets eerder kort iets over gezegd. Zoals ik eerder al noemde, verandert de fraudewet ook de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Mensen die frauderen met de kinderopvangtoeslag krijgen door de komst van de fraudewet een volledige terugvordering en automatische boete van 100% van het fraudebedrag. Waarom was het kinderopvangtoeslag onderdeel van de fraudewet? Kinderopvangtoeslag was geen onderdeel van de fraudewet. Dan kom ik daar zo meteen over ook terug. Ik wil niet te kort op uw vraag antwoorden, voorzitter. Het was zo dat wel besloten is dat ondanks het feit dat de kinderopvangtoeslag geen onderdeel van de fraudewet was, dat de systematiek van de fraudewet voor wat betreft 100% boete en 150% boete in geval van recidieven, dat die ook toegepast zal worden op de kinderopvangtoeslag. Ja. Maar het was zo dat de kinderopvangtoeslag, uitvoering door de Belastingdienst, daarvoor gold de Algemene Wet in zaken Rijksbelastingen. En dat houdt in dat als de Belastingdienst een boete op wil leggen, dat het dan een kanbepaling is. En dat geldt dus niet voor de fraudewet. De UWV, SVB en de gemeenten die waren verplicht om een boete te gaan opleggen. Met de nuancering die ik net heb genoemd voor wat betreft al dan niet verwijtbaarheid en dringende redenen. Maar verder waren ze wel verplicht. En bij de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag was het dus zo dat het een kanbepaling was. Ja. Dan zegt u, het viel er niet onder, maar het was wel overeenkomstig qua boete. Ja. Ja. We hadden het eerder met u over de taakstelling van 180 miljoen en die moest worden gehaald met de nieuwe fraudeaanpak van het kabinet Rutte 1. Was de kinderopvangtoeslag vanaf het begin onderdeel van deze taakstelling? Weet ik niet, mevrouw Belhey. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Uit onze informatie blijkt dat de Belastingdienst 10 miljoen euro kon besparen met fraudebestrijding bij de kinderopvangtoeslag. Fraudebestrijding bij kinderopvangtoeslag was daarmee goed voor 10 miljoen euro. Of 10 miljoen van de taakstelling van de 180 miljoen. Weet u hoe deze 10 miljoen was opgebouwd? Nee, weet ik niet. Ik weet alleen dat de Belastingdienst heeft laten weten dat een en ander uitvoerbaar was. Dat is wat we als reactie van de Belastingdienst hebben gekregen. En hoe het dan precies zat met 10 miljoen of 25 miljoen en wanneer en op welke manier, dat weet ik op het moment niet. U weet niet waar het opgebouwd is, maar u weet ook niet of u betrokken was bij gesprekken daarover? Ik denk dat die gesprekken vooral ambtelijk hebben plaatsgevonden en zulke dingen gebeuren niet zonder betrokkenheid van mij. Dus ik denk dat er wel op een gegeven moment iets bij mij is gekomen waar ik dan een besluit over genomen heb. Maar ik weet dat niet. Ja. U begon eens over 25 miljoen. Waar komt die vandaan? Nou, dat heb ik in mijn hoofd. Dat op een gegeven moment die 180 miljoen, dat daar ook 25 miljoen voor de kinderopvangtoeslag bij zat. Maar ik heb al gezegd dat ik het niet precies weet hoe dat zit met die bedragen. Ja, dus hoe die invulling was. Ja. En wist u dat wel voor die andere bedragen dan? Was er een verschil waarom u dit niet weet? Nou, kijk, dit speelde zich af in 2010. Mm-hmm. En het is nu 13 jaar later. En op het moment dat dit zich allemaal afspeelde, toen wist ik alles wat ik moest weten. Dat is omdat je eerst nadat je de brief hebt geschreven naar de Tweede Kamer, krijg je een debat met de Tweede Kamer. En dan krijg je dus van alle kanten worden de vragen gesteld over alle dingen die de Kamer belangrijk vindt. En dan moet je daar meteen uit je hoofd op reageren. Ik heb vervolgens ook de behandeling in de Tweede Kamer gehad. En daar
doe ik het ook altijd uit mijn hoofd. Dus daar heb ik ook alle informatie die ik nodig had, had ik op dat moment beschikbaar. Maar nu, 13 jaar later, is dat niet het geval. Dus kan ik op zulke vragen niet steeds antwoorden. Nee. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen, maar het is niet op alle onderdelen mogelijk. Bent u ondersteund door een ministerie of algemene zaken om u voor te bereiden? Om dit voor te bereiden? Ja, dus ja. Ik heb ondersteuning gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ja. Maar dat neemt niet weg dat iets wat 13 jaar geleden heeft plaatsgevonden, dat ik dat allemaal niet precies weet. Nee, precies. Maar meestal krijgen mensen gewoon alle documenten, wordt dat netjes uitgezocht en op een rijtje gezet, zodat mensen goed voorbereid zijn. U weet dus niet hoe die 10 miljoen was onderbouwd. U weet dus ook niet of u overleg heeft gehad over de invulling van die 10 miljoen? Nee. Nee? Uiteindelijk wordt de taakstelling bij de kinderopvangtoeslag verhoogd van 10 miljoen naar 25 miljoen. Ondanks dat de Belastingdienst aangeeft niet meer dan 10 miljoen te kunnen ophalen. Weet u nog wel waarom de taakstelling met 15 miljoen werd verhoogd? Nee. Weet u nog wel of het uw rol was of een rol van het ministerie van Financiën? Nee. Ik begrijp niet goed waarom dat nou zo relevant is. Omdat mm-hmm. op dat moment dat zich het afspeelde, ging dat allemaal via stukken. Hè? Er lag een stuk aan ten grondslag aan het overleg met een ander ministerie, met de Belastingdienst. Er kwamen adviezen bij mij als minister. Ik heb daar weer op gereageerd. U zei, u heeft 700.000 stukken. Dus wat er heeft afgespeeld, staat waarschijnlijk in die stukken. Maar het zit niet in mijn hoofd. Ja. Nee, het is natuurlijk gewoon een openbaar verhoor. Dus wij kunnen ook gewoon vragen stellen. Los van of wij ze wel of niet in documenten hebben. Om even dingen te toetsen. Of uw verhaal daarover te horen. Ik zat even te denken. Weet u dan misschien wel of er een inhoudelijke reden was om het te doen? Of dat het een financiële reden was om het te doen? Nee. Maar ik heb al in algemene zin gesproken over die 180 miljoen. Hoe dat zat en hoe dat dan precies onderverdeeld werd over kinderopvangtoeslag, werknemersverzekeringen, volksverzekeringen, bijstandwet, dat weet ik niet. Ja. Ik ga er nog even over nadenken. Misschien vind ik even een andere manier om er straks op terug te komen. Geef even het woord aan de heer Arsekan. Dank, voorzitter. Meneer Kamp, ik zou graag met u willen gaan naar de wet op de kinderopvang. En in het bijzonder de schrijnende gevallen. Op 13 mei 2011 sturen u en staatssecretaris Wekers van het ministerie van Financiën een brief met extra maatregelen om fraude bij kinderopvangtoeslag te bestrijden. Deze brief volgt 2 maanden na uw brief met staatssecretaris De Krom van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin ook maatregelen voor fraude met kinderopvangtoeslag worden geïntroduceerd. Waren deze maatregelen van u en staatssecretaris Wekers onderdeel van de taakstelling? Nee, die maatregelen waren in eerste plaats bedoeld om dingen die niet goed liepen bij de kinderopvangtoeslag, om dat te corrigeren. Misschien dat het goed is dat ik een beetje aangeef om welke dingen het dan gaat. Dat wil ik heel graag. U heeft een map. En daarin zit die brief, die zit als bijlage P. Ja, het gaat er in eerste plaats om dat die kinderopvangtoeslag, dat was een kwetsbare regeling. De toeslagen op zichzelf die waren al kwetsbaar. Maar de kinderopvangtoeslag was dat in bijzondere mate. En dan gaat het om zowel de uitvoering van die regeling als om de handhaving daarvan. Het komt, ik heb bij eerdere vragen al gezegd dat je afhankelijk bent als overheid van informatie die je krijgt. Hè. En dat was in sterke mate het geval bij de kinderopvangtoeslag. Daar ging het om informatie over inkomen, over het aantal uren kinderopvang wat er geweest was en wat er zou komen, over kosten van de opvang. Dat zijn allemaal dingen waarvan je als overheid helemaal afhankelijk bent van de juistheid van die informatie om het goede te kunnen doen. En het goede hield daar met name voor mensen met lage inkomens en meerdere kinderen in, dat er hele grote bedragen als voorschot werden gegeven, werden verstrekt. Het probleem bij de kinderopvangtoeslag was dat bij die aanvraag van de mensen waren er helemaal geen controlemogelijkheden.
Dus ze konden op dat moment niets controleren. Maar ook achteraf was het voor een deel van de informatie niet mogelijk om dat te controleren. Dat was dus een grote kwetsbaarheid. Een andere grote kwetsbaarheid was dat in de gastouderopvang, daar was helemaal niets mogelijk aan controle. Zowel bij de aanvraag als later bij de definitieve betaling. Controlemogelijkheden waren niet aanwezig. Er konden grootse bedragen worden gevraagd, heel hoge bedragen, aan toeslagen met terugwerkende kracht. En dat maakt het ook kwetsbaar, want behalve dat je dan voor het komende jaar, het lopende jaar, dat je daar een bedrag voor kreeg, kon je ook nog eens een heel hoog bedrag voor het afgelopen jaar gaan vragen, ja. Wat niet gecontroleerd kon worden. En zo zijn er een heleboel dingen. U schetst een aantal problemen in die uitvoering, met name in de controle van de kinderopvangtoeslag. Ik zou u er nog 6 kunnen noemen, maar daar heeft u geen behoefte aan. Maar het was dus een hele kwetsbare regeling. Hebben ze tussen die 700.000 documenten hebben een aantal aangetroffen. Ja, en dan ging het er dus om dat we maatregelen gingen nemen om te zorgen dat die kwetsbaarheden die erin zaten, ja, dat je die oploste, zodat niet je te veel in een situatie terechtkwam dat er boetes opgelegd moesten worden. Dat is een betere regeling kon voorkomen. Ja, nee, dat is helder. Mijn vraag zag erop toe is, u gaf aan dat in de fraudewet natuurlijk de kinderopvangtoeslag, die zat daar niet in, maar het boeteregime wel. Ook 100%. Dat gaf u aan als antwoord op mijn collega Belheim, mevrouw de voorzitter. En mijn vraag was, u komt nog met een set van maatregelen. En mijn vraag was eigenlijk, was dat nou nodig vanwege de taakstelling? Maar u geeft aan, we constateren een aantal problemen en we wilden in gezamenlijkheid daar informatie over. Absoluut, want kijk, die taakstelling, het was bijvoorbeeld mogelijk bij die kinderopvangtoeslag om voor één kind zowel het maximum aan buitenschoolse opvang te vragen als de gastouderopvang te vragen. En dat betekent dat je dus voor één kind 20 uur per dag aan opvang daar geld voor kon krijgen. Ja. Maar dat klopt natuurlijk aan geen kant. Dus je moet dat vervolgens, die rare regeling moet je weghalen, zodat die mogelijkheid om op die manier onterecht geld te krijgen van de overheid, zodat die zich niet meer voordoet. En als je dat weghaalt, heb je ook geen boete. En dan, als je geen boete hebt, haal je misschien een taakstelling niet. Maar daar gaat natuurlijk allemaal niet om. Het gaat erom dat je er een uitvoerbare regeling van maakt. Precies. En u geeft aan, het was een rare regeling. Het zijn uw woorden. En wij moesten daar een aantal aanpassen. Een kwetsbare regeling, heb ik gezegd. Nee, u gaf een rare regeling. Ik had willen zeggen, meneer Azarkan, kwetsbare regeling. Maar van akte. Dank u. Een van de maatregelen die uit de brief blijkt, is de koppeling tussen het aantal uren arbeid dat ouders werkend aan uren zorg waarvoor zij kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Nou bleek uit ons verhoor met mevrouw Dijksma dat die koppeling tussen arbeid en zorg, die bleek niet uitvoerbaar te zijn voor de Belastingdienst. Ze heeft deze maatregel daarom niet meegenomen in de wijziging van de wet kinderopvang. Uit onze informatie blijkt dat ook deze keer de Belastingdienst, eigenlijk herhaling zegt, in een uitvoeringstoets bij herhaling zegt dat de maatregel niet uitvoerbaar is. Waarom is de maatregel toch door u ingevoerd, als die niet uitvoerbaar was voor de Belastingdienst? Kijk, die kinderopvangtoeslag die ging erom om op het moment dat ouders werkten, dat die kinderen dan opgevangen konden worden. En dat ook niet alleen ouders die veel verdienden, dat konden betalen, die kinderopvang. Maar dat ook ouders die weinig verdienden, dat die toch hun kinderen konden laten opvangen, zodat ze zelf zouden kunnen gaan werken of zouden kunnen blijven werken. En op het moment dat ouders dan kinderopvang kunnen krijgen voor uren die ze niet werken, maar dat ze gewoon beschikbaar zijn om die kinderen op te vangen, ja, zit daar een kwetsbaarheid in die regeling. Zeker. En, nou bleek uit de uitvoeringstoets, want u wilde dat de Belastingdienst dat zou kunnen koppelen. Dat wilde oud-staatssecretaris mevrouw Dijksma ook. En uit onze informatie blijkt dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ministerie van Financiën verzocht heeft om de negatieve uitvoeringstoets van de Belastingdienst niet in de Kamerbrief te noemen. Waarom wilde u dat deze negatieve uitvoeringstoets niet genoemd werd? Kan ik me niet voorstellen dat ik dat gedaan zou hebben. In ieder geval vind ik dat je als bewindspersoon de Kamer van relevante informatie moet voorzien. Dus als ik dat gedaan zou hebben, wat ik me niet kan voorstellen, ook niet voor de geest kan halen. Maar als uit een van die 700.000 documenten blijkt dat ik dat wel gedaan heb, dan is dat niet goed. De,
ja, het lijkt een beetje alsof u zegt, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen dat ik dat zou doen. Nee. Maar als wij constateren dat dat ergens staat, dan zegt u, ja, dan is dat niet goed. Nee, weet je, ik begrijp niet zo goed wat u daar over zegt. Ik ben daar natuurlijk verantwoordelijk voor. Als het ergens, als het ministerie dat in een overleg met financiën op die manier brengt en het is niet goed wat gedaan wordt, dan is dat mijn verantwoordelijkheid, dat weet ik heel goed. Maar vaak vallen dingen onder mijn verantwoordelijkheid waar ik zelf bij betrokken ben en dus ook een besluit over genomen heb. En ik weet niet of dat in dit geval ook zo is. Ik kan me dat niet voorstellen dat ik dat gedaan zou hebben, maar als ik dat gedaan heb, is dat niet goed. Ja, het staat in bijlage O voor u, in die map. Maar staat daar, is er een stuk waarin ik dat... U kunt dat rustig even teruglezen in waar bijlage staat dat? O. Bijlage O. O. Ja. Er staat geen paraaf van mij op. Excuus, ik zie dat ik mij vergis. Het staat niet in bijlage O. Oké. Ik kom er straks, ik ga even naar een ander onderdeel van de vragenlijst en ik kom er wellicht straks even op terug. Ik wil met u naar het verhoor met mevrouw Dijksma. Het werd al duidelijk dat zij als staatssecretaris al schriftelijke vragen ontving over de verantwoordelijkheid van ouders bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Kort na uw aantreden ontvangt u informatie over frauderende gastouderbureaus. U wordt geïnformeerd dat ouders in sommige gevallen mogelijk niet wisten dat het gastouderbureau frauderen en het dupe worden van frauderende gastouderbureaus. De toeslag werd immers wel bij de ouders teruggevorderd. Dus de systematiek was, dat heb ik toen met mevrouw Dijksma besproken, is dat ook als het gastouderbureau fraudeert en de ouders weten dat niet, dat dan toch bij hun dat geld werd teruggehaald. Wat vond u ervan dat ouders volgens de wet verantwoordelijk waren voor fouten of fraude door het gastouderbureau? Ik weet niet of je dat zo moet zien. Ik weet wel dat als er ten onrechte een uitkering verkregen is, of een toeslag verkregen is in dit geval, dat de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij die ouders ligt. Het is niet zo dat dat gastouderbureau dat die kinderopvangtoeslag aanvraagt, de ouders doen dat. En de ouders die zijn ervoor verantwoordelijk dat ze op de juiste manier informatie geven aan de Belastingdienst, zodat die vervolgens die toeslag ook kan uitkeren. Als dat niet goed is gegaan, is dat verantwoordelijkheid van de ouders. Of er dan vervolgens een boete opgelegd moet worden, is weer een andere vraag. Daar is de toets op redelijkheid, de ernst van de situatie, de verwijtbaarheid. Dat zijn allemaal dingen met de kanbepaling waar de Belastingdienst dan vervolgens besluiten over moet nemen. Ja, nu hebben we in ieder geval in dat verhoor gehoord dat mevrouw Dijksma zich zorgen maakte over die verantwoordelijkheid bij die ouders op het moment dat zij eigenlijk zonder te weten dat het gastouderbureau zaken doet die niet mogen, is dat zij dan toch dat bedrag moet terugbetalen. Zij maakt zich daar zorgen over en ze gaf aan, ik wil daar kijken naar een schrijnende gevallenregeling. U bent daarna verantwoordelijk geworden, u heeft dat overgenomen. Heeft u een dergelijke regeling overwogen? Ik weet dat er in algemene zin in de fraudewet een hardheidsclausule staat. En dat is als er dringende redenen zijn, bijvoorbeeld dat iemand een boete zou moeten betalen, maar dat het ten koste van de kinderen in een gezin gaat of dat het iets anders schrijnends oplevert, dan is er een hardheidsclausule en dan kun je om dringende redenen van die boete afzien. Ik weet op het moment niet of diezelfde systematiek ook door de Belastingdienst kon worden toegepast. Nee. Was er overigens ook sprake van fraude als ouders geen weet hadden van de fraude van een gastouderbureau? Fraude heb ik in het begin mogen zeggen wat de definitie daarvan is. En dan gaat het om verwijtbaarheid. Het is zo dat de ouders die zijn verantwoordelijker voor uiteindelijk dat wat aangeleverd wordt aan de Belastingdienst, dat correct is. Als zij daar informatie krijgen van dat gastouderbureau die niet correct is, ja, dan is het hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat die informatie wel correct wordt en dat de Belastingdienst een juiste beslissing kan nemen. Dus die verantwoordelijkheid van de ouders die kan niet weggenomen worden. Ja, nou gaf
mevrouw Dijksma aan dat zij zich kon voorstellen dat er situaties waren waarbij dat eigenlijk heel erg onredelijk uitpakte voor die ouders die soms, nou ja, te goede trouw bijvoorbeeld hun bijdrage doorgaven aan het gasthouderbureau. Het gasthouderbureau dat geld niet doorgaf, of een deel. En eigenlijk was het in de wet zo bepaald dat dan alles teruggehaald kon worden bij die ouders. Het ging nog niet eens om een boete, maar dat dan de toeslag werd teruggevorderd. Is dat nog iets waar u zich mee bezig heeft gehouden? Ja, het is zo dat in die uitvoering heb ik mij daar niet mee bezig gehouden, omdat die uitvoering die lag bij de Belastingdienst. Maar het is zo dat de enige relatie die relevant is, is de relatie tussen de ouder, de vraagouder. De ouder die een verzoek doet om kinderopvangtoeslag en de Belastingdienst. En dat daar een gastouderbureau bij zit, ja, dan is er altijd nog de verantwoordelijkheid van de ouders, zoals ik net zei, om te zorgen dat die informatie correct bij de Belastingdienst terechtkomt. Ja. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, ik kom even terug op de discussie van net. En ik wil vragen of u uit de map inderdaad even bij bijlage O zou willen kijken. Dat is een advies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een onderraad of een ministerraad. Ja, dat is hem toch echt niet. Ik ga aan de bode vragen of u anders even mijn document wil geven. Dat gaat denk ik dan iets sneller. Dank u wel. Wat is dit, mevrouw Belhuij? Dit is een brief van uzelf. Van, volgens mij staat de datum, heb ik er even bij gezet. En dat is het overzicht waar ik eigenlijk net aan refereerde. He, dat op een gegeven moment dan dat opgehoogd wordt naar 25 miljoen. En ik dacht misschien als u dit ziet, gaat er wellicht wel weer iets boven komen. Nee, ik zie daar, een specificatie van de 180 miljoen, waarvan 25 miljoen kinderopvangtoeslag onderdeel is. Ja. Ja. En u weet niet meer of daar een onderbouwing achter zat of een willekeurig getal is? Nou, willekeurig getallen is niet iets wat voor de hand ligt als het om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat. Maar wat hier precies... Kan het zijn dat er geen onderbouwing was? Het was 10 miljoen en het werd 25 miljoen. Ja. Ik heb al gezegd, ik weet dat niet precies hoe het in elkaar zit. Maar ik was ook, heb ik ook gezegd, ik was ook niet gefixeerd op die 180 miljoen. Hè. Ik was vooral gefixeerd om te zorgen dat er op een goede manier fraudebestrijding plaatsvond. Ah, oké. Dus die 180, hoe dat dan ingevuld was, dan zei hij dat was eigenlijk irrelevant? Nee, het was niet irrelevant. Okay. En ik wist dat ook hoe dat in elkaar zat. En ik heb mij daar destijds ook mee bemoeid. Mm-hmm. Maar nu, 13 jaar later, weet ik dat niet. Ja, oké. Okay. Als u zegt, ja, je had je kunnen voorbereiden, het blijkt uit stukken. Ja. Nou, dan hoop ik dat u over die stukken beschikt. Want ik weet dat zo niet. Ja, nee, dat is erg vervelend. En daarom dacht ik help u ook een handje. Ja, dan weet u natuurlijk ook niet meer... Ja, of hij wellicht met de heer Wekers erover gesproken heeft, of wat de impact zou zijn van 15 miljoen extra naast die inboeking van 10 miljoen. Nee. Ja, nou, dan is dat in ieder geval duidelijk en opgehelderd. Dan geef ik het woord aan de heer Hazekamp. Dank, voorzitter. Meneer Kamp, ik wil met u naar de verwijtbaarheid gaan. U heeft daar veel over gesproken. U heeft een aantal keren aangegeven dat er zorgvuldig is gekeken naar... de wet waarin de verwijtbaarheid heel goed uitgelegd staat. En dat bepaalde hoe hoog de boete was. Klopt dat? Ja, ik heb gezegd dat de fraude waar we hier over spreken... dat is het verwijtbaar niet nakomen van de inlichtingenplicht... met als gevolg dat er onterecht uitkering is betaald. En dat verwijtbaar, dat houdt in dat je die verwijtbaarheid moet toetsen. En daarvan heb ik gezegd dat er een algemene maatregel van bestuur kwam... waarin werd vastgelegd welke criteria daar gehanteerd werden, moesten worden. Maar dat ook de uitvoerders de beleidsvrijheid hadden om daar eigen criteria aan toe te voegen. Ja.
Als ik kijk naar de fraudewet die op 5 juli 2012 is aangenomen door de Tweede Kamer, dan staat er in de wet dat de boete ten hoogste 100% is. Ja. Dat staat in de wet. Maar als we kijken naar het boetebesluit, dan staat daarin dat 100% boete de norm is. Ja, dat is de norm. Dat is het uitgangspunt. Maar vervolgens, als het gaat om de beoordeling van de verwijtbaarheid, dan kan er de conclusie getrokken worden dat het 0, 1, 2, 3, 8, 9, 99, 100%. Het is niet voorgeschreven aan de uitvoerders als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, hoeveel minder boete er dan opgelegd moet worden. Dat is aan de uitvoerders. Maar nu lijkt het in tegenspraak met elkaar. In de wet staat ten hoogste. Dat betekent dat er ruimte wordt gelaten voor de uitvoeringsorganisatie om dat zelf te beoordelen. Maar in het boetebesluit staat, het is altijd 100%. Nee, het staat niet in dat het altijd 100% is. U zei net, de norm is 100%. En inderdaad, het uitgangspunt is bij de fraudewet dat als er sprake is van fraude op de manier waarop ik net beschreven heb, dat dan het bedrag wat ten onrechte verkregen is helemaal moet worden terugbetaald en dat er 100% boete moet worden betaald. Maar er staat ook in dat de verwijtbaarheid beoordeeld moet worden. En afhankelijk van de resultaten van die beoordeling, waarbij dus de ernst van de overtreding wordt beoordeeld en de mate van verwijtbaarheid wordt beoordeeld, kan er dus een lagere bedrag, een afwijking van de norm, worden doorgevoerd door de uitvoerder. Dat kan hij doen aan de hand van criteria uit de algemene maatregelen van bestuur of aan de hand van zijn eigen aanvulling daarop. Is er overwogen om in het boetebesluit op te nemen hetzelfde als in de wet, ten hoogste? Want daarmee zou dat in lijn zijn. Nee, ik denk dat zoals het nu geformuleerd is, dat het helder is. De norm is 100%. Maar afhankelijk van de beoordeling van de verwijtbaarheid kun je daarvan afwijken. Ik denk dat dat helder is. Met de gekozen formulering lijkt het boetemaximum gereserveerd voor zware fraudegevallen. Was dit ook zo beoogd? Als er sprake is van verwijtbaarheid zonder dat er reden is om te zeggen dat er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, als er gewoon sprake is van verwijtbaarheid, dan hoort daar die 100% boete bij. Als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, dan kan er ook een lagere boete worden gegeven. Wat ik probeer te begrijpen is waarom in een algemene maatregel van bestuur, dat boetebesluit, waarom dat nou afwijkt van de wet. Daar staat het echt ten hoogste. Ja. Waarom bent u daarvan afgeweken? Nou, die praktijk die is vastgelegd in die algemene maatregel van bestuur. Dat was al de werkelijkheid bij de Sociale Verzekeringsbank en bij de UWV. Die hanteerden dat al. Wat we gedaan hebben. Wat hanteerden zij al? Die criteria die vervolgens in de algemene maatregel van bestuur zijn opgenomen. Dus wat de praktijk was bij UWV en SVB, hebben we vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur. Maar we hebben gezegd dat daarbovenop nog extra criteria konden worden aangevuld, zowel door UWV als SVB, als ook door de gemeente. Hoeveel ruimte kregen uitvoeringsorganisaties om af te wijken van dat uitgangspunt, van die 100%, want dat stond erin als standaard? Nou, zoals ik het nu heb verwoord, maar het is natuurlijk zo dat de norm van je moet terugbetalen in geval van fraude op de manier waarop we dat besproken hebben. Je moet terugbetalen en je krijgt 100% boete. Dat was het uitgangspunt en de uitvoerders die hielden daar natuurlijk ook rekening mee. Maar waar ze ook rekening mee moesten houden was met hun verantwoordelijkheid om die verwijtbaarheid en de ernst van de situatie te beoordelen. Ja. En daar vervolgens een conclusie uit te trekken. Ja. Het is allemaal niet zo zwart-wit en zo eenvoudig, maar het moet wel zorgvuldig gedaan worden. Zeker, u heeft dat aantal keren al gezegd en ook herhaald. Gaf u nou aan dat de uitvoeringsdiensten al de systematiek van die standaard 100% boete al hanteerden? Nee, ik gaf aan dat ze al de criteria hanteerden om te kijken wanneer er sprake was van verminderde verwijtbaarheid. En u weet, heb ik al eerder gezegd, maar u wist het ook al, dat de boete bij UWV en SVB die was 10%. Met het maximum van 2000 zoveel, dat al 13 jaar niet geïndexeerd was. Dus dat was
bij de beoordeling van die boete hadden ze al die criteria. Ja. En diezelfde criteria die werden nu ook bij die 100% gehanteerd, ja, vastgelegd in de AMVB, plus nog extra ruimte gegeven. Ja. U zegt, het was wel een soort uitgangspunt, die 100%, maar er was voldoende ruimte en er waren een aantal criteria geformuleerd die ervoor konden zorgen dat de uitvoeringsorganisaties zelf konden inschatten. En u gaf aan tussen de 10 en 100 ergens. Klopt dat goed dat ze zelf konden bepalen hoe hoog die boete was? Nou, ik denk zelfs tussen de 0 en de 100. Ze zouden kunnen constateren dat er geen verwijtbaarheid is en dan wordt er geen boete gegeven. Dan wordt er geen boete opgegeven. En ze zouden kunnen constateren dat er voor de helft verwijtbaarheid zou kunnen worden vastgesteld. En dan zouden ze een halve boete kunnen geven. Helder. Iets over die verminderde verwijtbaarheid. Als er sprake daarvan was, dan kon daarvan worden afgeweken. Kunt u in uw eigen woorden vertellen wat dan die criteria waren? Nee, het waren 3 criteria. Ik kan die zo nu niet weer opsommen. Het is wel zo dat, zoals ik al zei, die 3 criteria waren van belang. Maar ook de criteria die daar nog aanvullend op geformuleerd zouden kunnen worden. Maar als u mij vraagt van wat waren die 3, ja, dan moeten we er even een document bij halen. En dan moet ik die voorlezen. Ja. Uit het rapport van de Nationale Ombudsman uit 2014, geen fraudeur, toch boete, blijkt dat in situaties als een overleden partner, een burn-out, een depressie, psychisch in de war, een scheiding en zieke ouders of kinderen, over het algemeen door uitvoeringsorganisaties geen verminderde verwijtbaarheid werd aangenomen. Was dit ook de intentie van de fraudewet en het boetebesluit? Nou, de intentie was dat er in ieder geval op 3 punten sprake zou zijn van verminderde verwijtbaarheid. Maar dat er ook nog andere punten mogelijk waren die de uitvoerders zelf dan konden vaststellen. Maar u heeft dat net ook aangegeven, meneer, ja, Kamp, dat is helder. Ik probeer aan te geven is dat in de praktijk gaat een uitvoeringsorganisatie als de UWV aan de slag met de wet en de ANVB boetebesluit. Ja. Vervolgens komen daar boetes uit. En dan wordt daar onderzoek gedaan door de Nationale Ombudsman. En die constateert dat als je een burn-out hebt, een depressie, psychisch in de war bent, een scheiding, zieke ouders, dat nog geen reden is om mensen geen 100% boete op te leggen. En mijn vraag aan u is, was dat nou de bedoeling van de ANVB en de wet? Of was het de bedoeling dat het UWV dat wel degelijk zou zien als redenen om geen boete op te leggen? Ja, weet je, ik kan niet in die casus stappen. Hè. U zegt van zieke ouders. Ik weet niet of als de ouders ziek zijn en je fraudeert met een uitkering, dat dan sprake is van verminderde verwijtbaarheid vanwege het feit dat ouders ziek zijn. Ik kan niet in die casussen gaan stappen. Wat ik alleen maar kan zeggen is dat Meneer Kamp, dit gaat niet over casussen. Dit is de Nationale Ombudsman die dus niet over een casus spreekt, maar die probeert een lijn te trekken in, en hij noemt dat rapport, geen fraudeur, toch boete. En hij geeft een aantal voorbeelden van. We kennen ook het voorbeeld van een vrouw met een AOW. Haar man overlijdt, ze is wat in de war. Ze vult de zaken verkeerd in en krijgt een boete van €4.500. Is dat nou de bedoeling geweest van die ANVB en dat boetebesluit en de wet? Nou, de bedoeling van de wetgever is dat als er sprake is, dat als een boete aan de orde is, dat dan eerst de verwijtbaarheid getoetst moet worden. En de wetgever heeft via de algemene maatregel van bestuur daar criteria voor de toetsing aangegeven, maar aan de uitvoerder ook mogelijk gemaakt om daar criteria aan toe te voegen. En de bedoeling is dat geheel van criteria wat er dan vervolgens is, dat ertoe leidt dat als er sprake is van verwijtbaarheid, dat er dan een 100% boete volgt. En als er sprake is van geen verwijtbaarheid, dat er geen boete is. En als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, dat er sprake is van een lagere boete. Ja, en hoe dat dan precies uitpakt, hangt af ook van die aanvullende criteria waar de uitvoerders al dan niet mee zijn gekomen. Toch dat ik het goed begrijp, meneer Kamp, wat uw bedoeling was. En we zijn aan het spreken met elkaar over hoe dat in de praktijk uitpakte. Want u sprak al over fiscaliteit. Gaf aan, het boetebesluit is niet nieuw zoals wij dat bedacht hebben. Het bestaat in de fiscaliteit. Nou is het daar zo dat daar 4 categorieën gelden. Namelijk opzet, bewezen 100%, grove schuld 75%, verwijtbaar 50% en verminderd verwijtbaar 25%
en niet verwijtbaar 0%. Had u nou zoiets in gedachten bij die wet? Waar u nu over spreekt zijn zaken die gelden voor de Belastingdienst. De Belastingdienst, daar geldt niet voor de fraudewet. De Belastingdienst die is gehouden aan de bepalingen van de Algemene Wet in zaken Rijksbelastingen. Daar staat als kanbepaling in dat er een boete gegeven kan worden. En vervolgens of die boete gegeven wordt en op welke manier en welke hoogte. Ja, daar zijn ook de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. En dan gaat het over evenredigheid en een aantal andere zaken. Dus dat is apart geregeld voor die Belastingdienst in die wetten die ik net heb genoemd. Voor de fraudewet hebben we een andere systematiek en dat is de systematiek die ik net heb genoemd. Daar was het geen kanbepaling, maar daar was het een voorschrift. Maar daar was wel in vastgelegd dat de verwijtbaarheid getoetst moest worden. Ja, dus wat is dan het voorschrift? Bij een overtreding van de inlichtingenplicht zoals ik die net heb verwoord en zoals u die ook heeft verwoord, is het zo dat er 100% boete de norm is. Maar als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, dan kan de boete uiteindelijk tussen de 0 en de 100% uitkomen. Ja, maar toch even, u geeft zelf aan dat u geleend heeft van de fiscaliteit als het gaat om de 100% boete. U gaf aan, dat is niet nieuw. Nou, hebben ze daar niet alleen die 100% boete, maar ze hebben een systematiek bedacht. Ja. Dat zit in die categorieën. Nou zou het logisch lijken om te zeggen, die categorieën, die nemen we ook, daar kijken wij ook naar. Ja. Dus opzet, mensen hebben het van tevoren eigenlijk wat de Raad van State zei, maakt dat onderscheid. Opzet, 100%. Grove schuld, 75%. Verwijtbaar, 50%. Licht verwijtbaar, 25%. Ik had de indruk dat dat een beetje leek zoals u eigenlijk de wet ook bedacht heeft. Maar nu zegt u, nee, het was een voorschrift. Wij schreven voor dat er een boete opgelegd moet worden. Ik kan dat niet goed rijmen met wat u net bedoelde. Dat de uitvoeringsorganisatie ruimte kreeg om tussen, aan de hand van verwijtbaar tussen de 0 en de 100% een boete op te leggen. Ja, u gebruikte net het woord norm en dat heb ik overgenomen. De norm was 100%. Ja. Maar naarmate de verwijtbaarheid in mindere mate aanwezig was, kon er ook een lagere boete gegeven worden. Het was denkbaar geweest dat we gezegd hadden 25, 50, 75. Wat daar precies aan gekoppeld moet worden, dat neem ik niet van u over. U zegt grove schuld en opzet, grove schuld, verwijtbaarheid. Bij de fraudewet ging het alleen maar om die verwijtbaarheid en die moest dan getoetst worden aan de hand van criteria. Dus ik denk dat wat we daar gedaan hebben, we hadden dat met 25, 50, 75 misschien ook kunnen doen. Maar de systematiek die we nu hebben gekozen houdt in dat het ook 15% of 35% of 85% kon zijn. Ja. Dus ik weet ook niet goed wat het probleem is wat u ziet. Ik weet wel dat uiteindelijk... Ik zal u het probleem vertellen. Het probleem is dat u zegt verwijtbaar en dan toetsen naarmate de ernst van de verwijtbaarheid. Dan bepalen we de hoogte van de boete. Die ruimte geef ik aan de uitvoeringsorganisaties. Klopt dat? Ja, ik heb het net met mijn eigen woorden proberen te zeggen. Ga ik even verder wat het probleem is waar ik probeer. Als iemand de inlichtingenplicht overtreedt, dan is hij toch per saldo verwijtbaar? Hem valt dan iets te verwijten? Nee. Nee. Nee, niet altijd. Stel je moet vertellen tegen de gemeente dat je verdiensten hebt gehad. Die moet je dus opgeven voor de bijstandsuitkering. En dat heb je op een gegeven moment niet gedaan. Maar als nou blijkt dat je op dat moment in een situatie van totale verwarring verkeerde, dat je zelfs in een psychose verkeerde, ja, dan is het heel goed denkbaar dat de conclusie getrokken wordt, ja, daar is helemaal geen sprake van verwijtbaarheid, want dat kon op dat moment van die mevrouw of meneer niet verwacht worden. Ja, als je in een psychose verkeerde, dan kon het je niet verweten worden. Had je wel de overtreding begaan, maar in een situatie waarin het je niet aangerekend kon worden. En u geeft aan, dat was de systematiek en die ruimte die wilde ik geven aan de uitvoeringsorganisatie om dat te toetsen. In de nota van toelichting op het boetebesluit stonden voorbeelden van verwijtbare en niet verwijtbare gevallen. Zo was iemand helemaal niet verwijtbaar bij plotselinge ziekenhuisopname, maar juist wel verwijtbaar als iemand langere tijd niet in staat was zijn belangen te behartigen. Alles overziend. Hoeveel ruimte kregen uitvoeringsorganisaties met de fraudewet en het boetebesluit om af te wijken van de standaardboete van 100% van het benadelingsbedrag? Veel.
Omdat ik u al gezegd heb dat die criteria van de algemene maatregelen van bestuur natuurlijk belangrijk waren. Maar zowel de UWV als de SVB als ieder van de ruim 400 gemeenten in Nederland, die konden hun eigen aanvullende criteria vastleggen. Ja. En op grond daarvan de toetsing van de verwijtbaarheid doen. Ja. En wat ik dan probeer te begrijpen is, u zegt bij een uitvoeringsorganisatie, daar kan men dat heel goed toetsen. Maar u gaat vervolgens wel een aantal gevallen opnemen waarin het in ieder geval wel die niet opgaan als niet verwijtbaar. Dan lijkt het of u die ruimte inperkt. Nee, dus u geeft aan als voorbeeld, als iemand langere tijd niet in staat was zijn belangen te behartigen, dan mocht dat niet als reden zijn voor verwijtbaar, dus dan is er wel een boete. Dat neemt u op en daarmee maakt u de ruimte kleiner voor de uitvoeringsorganisaties. Ja, ik heb gezegd dat wij een drietal eigen criteria hebben vastgelegd in de algemene maatregelen van bestuur. Dat die gelijk waren aan wat al toegepast werd bij de UWV en bij de SVB. Dat vervolgens dat ook ging gelden voor de gemeenten. Maar dat zowel de gemeente als de UWV als de SVB daar nog aanvullende criteria aan konden koppelen. Ik denk dat daarmee dus veel ruimte gegeven werd aan de uitvoeringsorganisatie. Ja. In de fraudewet krijgen uitvoeringsorganisaties en gemeenten de mogelijkheid om af te zien van het opleggen van een boete wegens een dringende reden. Gaf dat al aan. Er moest dan wel iets bijzonders en uitzonderlijks aan de hand zijn. In de memorie van toelichting bij de fraudewet staan enkele voorbeelden wanneer in elk geval geen sprake is van een dringende reden. Bijvoorbeeld als het de belanghebbende ontbreekt aan de noodzakelijke middelen om in het bestaan te voorzien. Zo is dat opgenomen. Hoeveel ruimte kregen uitvoeringsorganisaties en gemeenten om op basis van een dringende reden af te zien van een boete? Nou, die dringende redenen, dat zagen we als een hardheidsclausule. En een hardheidsclausule is echt bedoeld voor individuele gevallen, voor bijzondere gevallen. En dat betekent dat de ruimte die er was bij de toetsing van de verwijtbaarheid, die was aanmerkelijk groter dan de mogelijkheden die er waren bij dringende redenen. Ja. En dat was dan ook weer de reden om vervolgens daarna nog weer voorzieningen te treffen. Hè? En die voorzieningen waren dan dat bij de bijstand niet langer dan 3 maanden geen uitkering werd gegeven. Dat er wel de leenbijstand mogelijk was, dat de toeslagen doorliepen. Dus op zo'n manier probeerde je dat dan ook in derde instantie toch redelijk te houden. Ja, u gaf dus aan in de memo van toelichting een aantal dringende redenen waarbij geen sprake is van ontheffing eigenlijk, van die verwijtbaarheid. Dat waren dus de redenen die ook dat waren de redenen die ook de UWV SVB hanteerden al. Ja. Dan praten we over de verwijtbaarheid. Ja, wat is nou wel een voorbeeld van een geval waarin op grond van een dringende reden zou kunnen worden afgezien van het opleggen van een boete? Daar kan ik zo geen voorbeeld van noemen. In een Kamerdebat zegt u dat op het punt van de verwijtbaarheid de algemene wet bestuursrecht blijft gelden. Zodat rekening kan worden gehouden met de verwijtbaarheid. U gaf het net ook aan. Desondanks wordt de toets aan de verwijtbaarheid in de nota van toelichting bij het boetebesluit expliciet uitgesloten. Daar staat namelijk dat nu de hoogte van de bestuurlijke boete is vastgesteld, artikel 5, dubbele punt 4.6, tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht, is niet van toepassing. U sluit het uit. Op basis van dit artikel moet het bestuursorgaan bij het opleggen van een boete rekening houden met de ernst van de overtreding, de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten en de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Dus ik hoor u de hele tijd zeggen, wij willen altijd dat de uitvoeringsorganisatie toetst aan wat hier staat. Maar in dat Kamerdebat geeft u aan dat dat kan. En dan komt die nota van toelichting en daar wordt het uitgesloten. Hoe kunt u dat? Ik begrijp uw vraag niet. Nee. U geeft in dit verhoor al een aantal keren aan dat de mate van verwijtbaarheid getoetst wordt. En dat kan onder andere kan dat via de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarin is dat opgenomen in artikel 5, dubbele punt 46. Die toetsing van die verwijtbaarheid die moet plaatsvinden aan de hand van de algemene maatregelen van bestuur en de aanvullingen die de uitvoerders daar al dan niet op hebben opgenomen. Dus daar staat in waaraan het getoetst moet worden. Maar in de toelichting, in de nota van toelichting bij het boetebesluit. Bij die algemene boetebesluit onderdeel van de ANVB?
Ja, dat boetebesluit is een ander woord voor de algemene maatregelen van bestuur, ja. Ja, en daarin, in de nota van toelichting, sluit u uit dat er getoetst wordt aan de ernst van de overtreding, de maat waarin deze overtreding kan worden verweten en de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. U sluit hem daarmee uit. Nee. Want er staat letterlijk, nu de hoogte van de boete is vastgesteld, hoeft dat niet meer te gebeuren. Nee, het gaat hier, de hele toetsing gaat er toch om te bepalen of die normboete van 100%, of die wel of niet gegeven moet worden en of die misschien in mindere mate gegeven moet worden. U zegt dat er in die toelichting bij die algemene maatregelen van bestuur staat dat dat juist niet mag. Ja, U sluit het uit, dat staat er. Nou, dat lijkt me, met alle respect voor u en uw onderzoekers, kan ik mij daar helemaal niets bij voorstellen. Het is de commissie niet helder, en dank dat u daar respect voor heeft, het is de commissie niet helder waarom u aangeeft dat de verwijtbaarheid getoetst kan worden via de Algemene Wet Bestuursrecht, volgens artikel 5, dubbele punt 46, terwijl dat in het boetebesluit in die nota expliciet wordt uitgesloten. Maar die hele, meneer Azarkan, die hele algemene maatregel van bestuur, die ging er toch om vast te leggen op welke wijze die toetsing van de verwijtbaarheid moest plaatsvinden. Daar is die algemene maatregel van bestuur voor. En hebben we gezegd van nou, dat moet op die manier gebeuren, zoals dat al gebeurde bij de twee uitvoerders, UWV, SVB. En ze mogen er nog extra criteria aan toevoegen. Dus dat u nou zegt van ja, dat mag allemaal niet, daar kan ik me niks bij voorstellen. Die hele algemene maatregel van bestuur die ging er alleen maar om dat het wel kan en op welke wijze dat dan zou moeten. Kijk, het kan zijn dat die algemene wet bestuursrecht, dat die dan niet op dat punt relevant was, maar dat die AMVB op zichzelf de toetsingscriteria aangaf. Ik zal u helpen, meneer Kamp. Dat is prettig. In de nota van toelichting op boetebesluit staat: in het eerste lid is bepaald dat de bestuurlijke boete in beginsel wordt vastgesteld op de hoogte van het benadelingsbedrag. De ernst van de overtreding is hierbij gerelateerd aan de hoogte van het benadelingsbedrag. Aangezien bij dit artikel de hoogte van het bestuurlijke boete is vastgelegd, is artikel 5, dubbele punt 46, tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht niet van toepassing. Ja, is een artikel van de AWB niet van toepassing? Ja, en in dat artikel staat dat een bestuursorgaan bij het opleggen van een boete rekening moet houden met de ernst van de overtreding, de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten en de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Ja, dan, kijk, ik ben geen jurist, maar het zou kunnen zijn dat het zo is dat als je in de AMVB daar een aparte regeling voor treft, dat het dan niet zo is dat iets anders daar ook nog eens een keer op van toepassing is. Het zou kunnen zijn dat dit een meer specifieke, verbijzonderde regeling is die dan in de plaats van de andere treedt, zou kunnen. Maar het gaat natuurlijk om wat we materieel met dit geheel bedoelen. En dat is wat we net al een hele tijd met elkaar hebben besproken. Namelijk dat je afhankelijk van de mindere mate van verwijtbaarheid ook minder boete kunt opleggen. Ja. Daar ging het om. U geeft aan, en dat heeft u een aantal keren gedaan, en ik probeer dat samen te vatten. U zegt, de hoogte van de boete van die 100%, hè, dus dat is wel de standaard, of is dat een soort norm, maar die moet altijd getoetst worden langs de lijn van die verwijtbaarheid. Ja. Helder. En herkent u dan dit deel uit de nota van toelichting, waar ik net op las? Ja, u zegt een bepaling van de Algemene Wet Bestuursrecht, daarvan wordt in die nota van toelichting gezegd dat die niet van toepassing is. Ik kan me daar niets bij voorstellen als dat in de weg zou staan wat ik net de hele tijd heb gezegd, namelijk dat die toetsbaarheid of dat die verwijtbaarheid moet worden getoetst. Dat is gewoon de bedoeling van de fraudewet en van die algemene maatregelen van bestuur. Dus als daar ergens een bepaling is die volgens u iets anders aangeeft, dan kan ik dat niet plaatsen. Nee. Ik wil met u naar signalen uit de uitvoering, gebaseerd op de algemene maatregelen van bestuur. En daarbij geef ik graag het woord aan mevrouw Belhey, die dat deel voor haar rekening neemt. Dat zou inderdaad kunnen, maar dat had ik zelf toch fout. Dus ik geef u toch weer het woord. Dank, mevrouw de voorzitter. Ik ga met u nogmaals naar signalen uit de uitvoering. Het UWV schrijft in de uitvoeringstoets op het boetebesluit
Wij beschouwen het als een risico dat burgers door een beperkte taalvaardigheid of door ontoerekeningsvatbaarheid onvoldoende in staat zijn hun verplichtingen na te komen, mede gezien de complexiteit van de sociale zekerheid. Wat vond u van deze opmerking van het UWV? Weet ik niet. Het is wel zo dat, wat ik al gezegd heb, dat die criteria voor die toetsing van die verwijtbaarheid, dat dat dezelfde criteria waren die ze zelf al hanteerden voor hun eigen 10% boete. Die hebben we nu ook gebruikt voor de 100% boete. En we hebben ze nog een keer de gelegenheid gegeven om daar extra criteria aan toe te voegen. Dus ik begrijp hun probleem dan niet. Nee, ik begrijp hem ook niet. Ik begrijp niet als u zegt, het is heel duidelijk dat ze dat mee konden wegen in die verwijtbaarheid en zo tussen de 0 en de 100% boete kunnen opleggen, dat zij dan schrijven, wij beschouwen dat als een risico dat burgers door de complexiteit en door het feit dat ze beperkt taalvaardig zijn, eigenlijk een boete opgelegd krijgen waar ze niet zoveel aan kunnen doen. Nou, u zegt, ik begrijp het niet. Sturen ze dit naar u, denkt u? Ik denk niet dat dat de situatie zo is dat als je iets complex vindt of als je niet taalvaardig bent, dat je dan vervolgens je niet aan de regels zou hoeven houden. Dan moet je ook je aan de regels houden. Dan moet je jezelf toch op de een of andere manier informeren, zodat je weet dat als jou gevraagd wordt van, als je AOW-uitkering hebt en je woont samen, dat je dan niet moet zeggen dat je alleen woont. Dat als je een bijstandsuitkering hebt en je hebt inkomsten uit arbeid, dat je dan op moet geven dat je die inkomsten uit arbeid hebt en niet moet zeggen dat je die inkomsten niet hebt. Zo simpel ligt het. Ja. Hield het boetebesluit voldoende rekening met die taalvaardigheid of ontoerekeningsvatbaarheid van burgers? Nou, de burgers die vragen iets van de overheid en zijn vervolgens er verantwoordelijk voor dat ze ook de overheid in staat stellen om een juist besluit te nemen. Die overheid is in belangrijke mate mede afhankelijk van hun informatie en zij moeten zorgen dat die informatie juist is. Ja. Dat is hun verantwoordelijkheid. Ja. In die uitvoeringstoets is het UWV kritisch en die stelt dat het boetebesluit weliswaar eenvoudig kan worden vastgesteld dat de regel is overtreden. Dat is net wat ik aangaf. De regel is overtreden. Maar in hoeverre dat ook verwijtbaar is, is eigenlijk heel ingewikkeld. Wat vond u van de kritiek van het UWV dat er geen criteria waren opgenomen om de subjectieve verwijtbaarheid vast te stellen? Nou ja, als zij aanvullende criteria zouden willen hanteren, dan hadden ze daar de ruimte voor. Maar ik heb ook al gezegd dat mijn benadering was dat je nooit de verantwoordelijkheid van de vragen van de uitkering weg kunt nemen. Die moet zelf zorgen dat de overheid die uitkering zou moeten geven, dat die over de juiste informatie beschikt. Ja, en wat als ik naar de nota van toelichting kijk op boetebesluit, dan staat daar dat er is geen reden voor verminderde verwijtbaarheid als het om taalvaardigheid gaat. Immers, als men de taal niet vaardig is, moet men maar iemand regelen die het wel begrijpt en hem wel uitleggen. Was dat ook de opvatting? Ongeveer hetzelfde wat ik net zei. Ja, ja, het is gewoon de verantwoordelijkheid van de burger die het aanvraagt. U vraagt geld aan van de samenleving. U moet zich ook daarin inspannen om het juiste te leveren. U moet de juiste informatie aanleveren, zodat de overheid het juiste besluit kan nemen. In de reactie op de uitvoeringstoets schrijft u dat de verwijtbaarheid in de inlichtingenplicht besloten ligt, omdat de belanghebbende verplicht is om uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden te melden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed zijn op het recht, de hoogte of de duur van de uitkering. Gaf het net in iets andere bewoording aan. Is het mogelijk dat iemand weet dat hij of zij bepaalde gegevens moet melden, deze vervolgens niet meldt en toch niet verwijtbaar is? Dus kan het voorkomen? Iemand die weet dat hij informatie moet geven, hij heeft het niet gedaan, ja, en het is toch niet verwijtbaar. Kan dat? Ik kan me voorstellen dat er omstandigheden zijn waarin dat niet verwijtbaar is. Ik zou er zo niet kunnen noemen, maar ik kan ook niet antwoorden op uw vraag dat nooit zich voor kan doen. Nee. Klopt het dat er naar uw mening eigenlijk maar twee categorieën gebruikers zijn van sociale voorzieningen? Zij die er terecht gebruik van mogen maken en zij die fraudeurs zijn, daar zit niks tussen. Dus of je hebt het ten onrechte en ben je fraudeur, of je hebt het terecht aangevraagd. Nee, want we hebben toch al met elkaar besproken dat het zo kan zijn dat er geen sprake is van verwijtbaarheid, maar van geen verwijtbaarheid of van verminderde verwijtbaarheid. Dus ondanks het feit dat je dan de regel
hebt overtreden, dat je niet de informatie hebt gegeven of foute informatie hebt gegeven, kan er toch sprake zijn van verminderde verwijtbaarheid. Ja, heb ik al gezegd dat daar hebben we al heel lang over gesproken. Zeker, we hebben ook vastgesteld dat in de nota van toelichting staat dat dat uitgesloten is, die toetsing. En u geeft aan dat dat naar uw opvatting niet zo is. Dat begrijp ik niet. Wilt u dat nog een keer? We hebben net heel lang stilgestaan bij die nota van toelichting. Ja. Op het boetebesluit. Namelijk dat artikel 5, dubbele punt 46, daar heb ik op gezegd dat hij daarin uitgesloten is. Dus ik probeer dan te begrijpen hoe dat dan werkt. Sorry dat ik u onderbrak. Gaat uw gang, geen enkel probleem. Nou, wat ik over dat artikel 5 heb kunnen zeggen, dat was alles wat ik kon zeggen. Ik kan daar verder niks meer aan toevoegen. Dus ik begrijp niet wat u nu nog aanvullend van mij wilt weten. Nou, ik even niet meer, maar mevrouw Belhaai wellicht. Ja, tijdens de wetsbehandeling van de fraudewet zegt u als minister op 27 juni 2012... dat de verwijtbaarheid en de nadere precisering van de boetes verder wordt uitgewerkt in de algemene maatregel van bestuur. Daar hebben we het net natuurlijk al over gehad. Het boetebesluit sociale zekerheidswetten. Dat is de algemene maatregel van bestuur die eind 2011 al naar het UWV is gestuurd voor een uitvoeringstoets en waarop het UWV in januari 2012 heeft gerapporteerd. Waarom was deze algemene maatregel van bestuur nog niet beschikbaar voor Kamerleden tijdens de wetsbehandeling van de fraudewet op 27 juni 2012? Dat weet ik niet, mevrouw Belhaai. Ik weet wel dat bij dat Kamerdebat gezegd werd dat normaal is het zo dat als de wet er is, dat je daarna komt met een algemene maatregel van bestuur. Maar de Kamer die zei, woordvoerders die zeiden tegen mij, van ja, wij vinden het nou toch belangrijk om die algemene maatregel van bestuur toch te weten wat daarin komt te staan. Heb je die al klaar? En hij was al klaar, nog niet in procedure gebracht. Dus toen heb ik dat wat klaar was met de Kamer gedeeld. Maar normaal is het niet zo dat je voordat er een wet is tot stand gekomen, dat je al met de algemene maatregel van bestuurs gaat zwaaien. Ja. Heeft u de uitvoeringstoets van het UWV over de algemene maatregel van bestuur naar de Tweede Kamer gestuurd? Weet u dat nog? Weet ik niet. Nee. Op verzoek van verschillende Kamerleden doet u als minister de toezegging dat inderdaad de algemene maatregel van bestuur, die in concept klaar is, nog voor de stemmingen kan worden ingezien. U probeert het stuk binnen een dag bij de Kamer te krijgen en vervolgens stuurt u in een bijlage van de Kamerbrief algemene maatregel van bestuur op hoofdlijnen. Hier stond weliswaar in vermeld dat er verminderde verwijtbaarheidscriteria waren, maar de criteria zelf werden niet genoemd. Dat was eigenlijk een soort samenvatting. Weet u waarom er een samenvatting van die algemene maatregel van bestuur naar de Kamer is gestuurd, maar niet de algemene maatregel van bestuur zelf? Is dat iets in de Ik denk dat die algemene maatregel van bestuur nog niet zijn definitieve vorm had, omdat hij die dan pas krijgt nadat de wet tot stand is gekomen. Mm-hmm. Maar het was de bedoeling om wat daarin zou komen te staan, om dat te delen met de Kamer. Ja. En ik ben er dus tot nu toe van uitgegaan dat dat ook gebeurd is. Ik heb ook niet begrepen van de Kamer dat ze daar niet tevreden mee waren. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat de Kamer zei van je hebt me iets gestuurd wat we niet goed genoeg vinden. We willen iets anders hebben. Dat is niet gebeurd. Wat bedoelt u met iets anders? Want blijkbaar de Kamer die vroeg om de algemene maatregel van bestuur, zoals die kennelijk in concept al gereed was, ja, om die te delen met de Kamer. Ik nam aan dat we die gedeeld hadden. U zegt van er is alleen maar een samenvatting gedeeld. Dat heb ik niet voor ogen, maar ik merk op dat de Kamer niet gezegd heeft van, nou, we hebben wat gevraagd, we hebben wat gekregen, maar wat we gekregen hebben is niet wat we bedoelden. Oh, u draait het om. Dus de Kamer vraagt erna en dan, als er dan iets anders komt, dan is het aan de Kamer om vervolgens dan aan de bel te trekken. Ach, ik wil niks omdraaien, okay. Maar de Kamer vraagt om iets, ik lever het. En dan kan ik me voorstellen dat de Kamer zegt van, ja, het is, als de Kamer niks zegt, dan neem ik aan dat de Kamer tevreden is. En als de Kamer niet tevreden is, dan melden ze dat. Dat is mijn ervaring. U weet nog wel dat u die samenvatting heeft gestuurd? Nee, u zegt dat en dan is dat dus zo. Oké, nou, dan gaan we inderdaad verder ophouden met speculeren. En dan geef ik het woord aan mezelf nog steeds. Aanpassing fraudewet. Op 24 november 2014 oordeelde Centrale Raad van Beroep dat onderdelen van de fraudewet in strijd waren met het recht en ingingen tegen de beginselen van een behoorlijk bestuur.
U was op dat moment minister van Economische Zaken. Dus daarvoor Sociale Zaken. En in een latere periode was u minister van Economische Zaken. Weet u nog wat u vond van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep? Nou, wat ik vond is dat het een uitspraak van een rechter in laatste instantie was. En dat het dus einde discussie is. Inhoudelijk was het zo dat het punt van de Centrale Raad van Beroep was dat het boetestelsel, zoals wij dat in de fraudewet hadden opgenomen, dat dat niet een zogenaamd gesloten stelsel was. Dat betekent, dat is het dan. Zoals bij de verkeersboetes, dat is ook een gesloten stelsel. Daar valt verder niet over te praten. Je krijgt een concept giro thuisgestuurd en je betaalt of je wordt vervolgd. Wij zagen dit boetebesluit, of de fraudewet, ook als een gesloten systeem, omdat die 100% en die 150% vastgelegd was. We hadden wel een aantal nuanceringen daarop aangebracht. Ik ga u heel even onderbreken, want ik ben een beetje kwijt waar we nu gewoon gebleven zijn. Ik wilde gewoon weten wat u van uw uitspraak vond. En... Ja, maar dat probeer ik nu te zeggen op mijn manier. Okay. Wilt u dat ik dat korter doe? Ja. Of met andere woorden, dan ga ik dat proberen. Het punt van de Centrale Raad van Beroep was, ik weet niet of het woord gesloten stelsel het juiste woord is. Dan moet ik even. Zal ik u anders in dit geval ook weer even helpen? De Centrale Raad van Beroep stelde. Eerst even over het ingrijpen tegen de beginselen van het behoorlijk bestuur. Sorry, mevrouw Belhaai. Dat is prima. Ze zei van het is geen gefixeerd boetesysteem. Dat was het. Ik gebruik de gesloten boetesysteem, maar zij zeggen. Als het een gefixeerd boetesysteem is, dan mag je met die 100 en die 150% werken. Maar als het geen gefixeerd boetesysteem is, dan mag dat niet. En jullie systeem, zegt de Centrale Raad van Beroep, is geen gefixeerd systeem, omdat je ook verwijtbaarheid toetst en aan de hand daarvan ook af kunt wijken van die 100%. Dus dat heb je niet goed. Dus in plaats van wat je tot nu toe gedaan hebt, moet je het anders doen en moet je uitgaan van, zoals meneer Azarkan zei, van 4 opties. 5 misschien, 0, 25, 50, 75 of 100. Dat was de systematiek die zij voorschreven. Het was een heel gedetailleerd voorschrift, maar het is van de laatste rechter. En dan is de discussie afgelopen. Ja. Ik merk vond wel u nog op... iets van dat de rechter dat heeft gedaan? Want die Ik onderbreek u ook weer, voor ook excuses. Gaat u maar. Ik merk ook dat de Raad van State daar niets over gezegd heeft. Dat dit geen gefixeerd boetesysteem zou zijn. En ik merk ook dat de rechtbank in Leeuwarden volgens mij in diezelfde maand als dat de Centrale Raad van Beroep met die uitspraak kwam, dat die ervan uitging dat het wel een gefixeerd boetesysteem was. Dus de ene begon er niet over, de ander zei van dit is wel gefixeerd. En de Centrale Raad van Beroep zegt het is niet gefixeerd. Maar ja, omdat de Centrale Raad van Beroep, dat is de laatste instantie, er kon geen vervolg meer op komen. Dus dan heb je dat gewoon uit te voeren. Ja. En toen is er ook een wijziging van de wet doorgevoerd. Ja. Ik had het idee dat ik iets vroeg over, specifiek dat het inging tegen de beginselen van een behoorlijk bestuur, meer in algemene zin, dat er zo'n uitspraak is gedaan. Maar ik stel voor dat we inderdaad dan wat meer specifieker gaan worden. De Centrale Raad van Beroep stelde ook dat de boetes disproportioneel hoog waren en geen rekening hielden met individuele omstandigheden. Het UWV, het SVB en de gemeente moesten voortaan de overtredingen van de inlichtingenplicht individueel beoordelen op de ernst van de overtreding, de omstandigheden van de burger en de mate van verwijtbaarheid. Vond u deze aanpassingen noodzakelijk? Nou, wat ik wel of niet noodzakelijk vond, als de rechter in laatste instantie een uitspraak doet, dan moet dat gedaan worden. En dan is niet relevant wat ik daar wel of niet van vind. Ik geef alleen maar aan dat de Raad van State daar niks over gezegd heeft, dat wij het wel een gefixeerd boetesysteem vonden. En dat ook de rechtbank Leeuwarden, geloof ik, dat die dat ook niet als een niet gefixeerd boetesysteem zag. Dus dat was die uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, die had ik zo niet verwacht. Maar het is wel iets wat vervolgens uitvoering moet Waarom krijgen. Waarom had u die niet verwacht? Vanwege dat de Raad van State daar niet over gesproken heeft. Dat het bij onszelf op het ministerie ook niet zo gezien werd. En dat ook de rechtbank in Leeuwarden dat anders zag. Ja.
U zegt het is een eindoordeel van een rechter. Zo werkt het in onze democratie. Maar toch, u heeft die wet gemaakt. U heeft gedurende dit verhoor ook aangegeven waarom u verschillende elementen belangrijk vond. Of ook overtuigd was waarom ze heel goed zouden kunnen werken in het bestrijden van fraude. En dan komt er een rechter die zegt, ja, dat vind ik niet. Ja, nou, ik ga niet herhalen wat ik al gezegd heb. Ik ga ook geen kritiek op die rechter leveren. Ik ga alleen zeggen dat als de rechter in laatste instantie een uitspraak doet, dat je dan gehouden bent om daar gehoor aan te geven. Ja. Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep besluit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om naast de aanpassing door de uitspraak ook de fraudewet zelf aan te passen. Uit onze informatie blijkt dat u als minister van Economische Zaken actief betrokken was bij deze aanpassing. Waarom was u toch nog betrokken bij de aanpassing van deze fraudewet? Ik weet niet hoe dat gegaan is. Ik weet wel, toen ik op dat ministerie van Economische Zaken zat, toen was dat wat nu het ministerie van LNV is, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat was toen één ministerie. Daar had je één minister, terwijl er nu vier ministers op zitten. Ik had te maken daar met allerlei dingen in het buitenland, maar ik had ook te maken met de kwestie Groningen, waar al een parlementaire enquête voor geweest is. Dus het is niet zo dat dezelfde intensiteit waarmee ik mij met dat onderwerp fraude kon bemoeien, dat ik die ook als minister van Economische Zaken aan het licht heb kunnen, daglicht heb kunnen leggen. Maar minister Asscher was toen de opvolgende minister van Sociale Zaken. U was toen minister van Economische Zaken. Wij proberen gewoon te begrijpen waarom u betrokken bleef. Is dat, gebeurt dat vaker? Of zit er een, is dat een verdeling in een kabinet? Is dat omdat u de wet zelf had? Maar het kan van alles zijn. Ja. Maar wij willen gewoon weten waarom dat was. Om twee redenen betrokken. Besluiten die er genomen worden zijn altijd besluiten van het kabinet. En als je lid van de ministerraad bent, dan moet je dus de stukken lezen en snappen waar het over gaat. Een mening hebben en zo nodig daarover debatteren met je collega's in de ministerraad. Dat is de ene reden. De tweede reden is dat er een onderraad was of een commissie was gemaakt van een aantal ministers. En misschien ook staatssecretaris, dat weet ik niet. Maar er was een commissie gemaakt waar ook de minister van Economische Zaken, ik, deel van uitmaakte. Welke commissie was dat? Een commissie die over fraudebeleid ging. Er was een ministeriële commissie. Oh. Ja, de ministeriële commissie fraudebeleid. Ja, en daar maakte ik deel van uit. Oké, en vanuit die hoedanigheid bleef u meekijken met minister Asscher? Meekijken bij die herziening van die fraudewet? Ja, maar op gepaste wijze. En bovendien deed ik dat toch al als lid van de ministerraad. Bemoeide ik me ook met die dingen. Was dat alleen specifiek dit onderwerp of waren dat alle onderwerpen? Ik probeerde me met alle onderwerpen te bemoeien, omdat die besluiten die worden genomen door de ministerraad, omdat de ministerraad dat moet doen. En de ministerraad, dat zijn een aantal ministers. En als je als minister niet verdiept in wat er op de agenda staat, hoe kun je dan een medeverantwoordelijkheid voor een besluit nemen? Ja. Dus ik probeerde mij altijd in alles te verdiepen. Heel helder. Ik geef het woord aan de heer Arsakan. Dank, voorzitter. En voordat ik aan mijn laatste paar vragen kom, ik ben me te herinneren dat u zei, meneer Kamp, bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de hoogte, dat is mij niet eerder verteld door de Raad van State. Had u het dan wellicht anders overwogen, als u dat verteld was? Ik weet het niet. De Raad van State komt met een heleboel opmerkingen waar je daar vervolgens op ingaat. Maar dat dit geen gefixeerd boetesysteem zou zijn, dat had ik nooit als een probleem onderkend. En dat kwam dus niet van de Raad van State. Het kwam ook niet door die rechtelijke uitspraak, maar het kwam ineens van die Centrale Raad van Beroep. Dus het was wel, voor mij was het wel een verrassing. Ja. Als u kijkt naar bijlage H. 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 Van Henk. Van Henk. En u gaat naar het advies van de Raad van State, pagina 3. Ja. Dan staat daar iets onderaan over de hoogte van de boete. Ja. Kunt u meegeven wat daar precies staat? Bedoelt u 2a? 2a, ja. Afdeling beoordeelt de voorgestelde verzwaringen van de sancties in zowel de sociale zekerheidswetgeving als de arbeidswetten als FORS. Ze geven van beide een voorbeeld. Wilt u dat ik die voorbeelden kan me voor gaan lezen? Nee, als u gewoon doorleest.
Als u nog drie regels doorleest... Waarin de sociale zekerheidswetgeving de boete thans is vastgesteld 10% van het benadelingsbedrag, gaat het in het voorstel om 100% van het benadelingsbedrag, eventueel verminderd naar de mate van verwijtbaarheid. Waar in de arbeidstijdenwet een natuurlijke persoon thans een maximumboete van €11.250 kan worden opgelegd, is dat maximum na inwerkingtreding van het wetsvoorstel €760.000. Dit zijn weliswaar maxima, maar ze illustreren de aanzienlijke verzwaring. Dergelijke forse verhogingen verdienen naar het oordeel van de afdeling een afzonderlijke motivering die evenwel ontbreekt. De afdeling adviseert in een toereikende motivering te voorzien. Dus de Raad van State heeft eigenlijk hetzelfde aangegeven als wat de rechter ook zegt? Nee. Wat de rechter zei is dat er geen gefixeerd boetesysteem was. Nee, de rechter heeft ook gezegd dat de boetes disproportioneel hoog waren. Het ging niet alleen om het gefixeerd boetesysteem. Oké, nou wat wij... Dus ik wil het niet met u hebben over dat het niet gefixeerd was. Want het klopt inderdaad dat als u in de wet had opgenomen wat ook in de ANVB stond, of in dat boetebesluit, ja, ANVB, dan was het allebei ten hoogste en dan was de ruimte. Maar de Centrale Raad van Beroep oordeelde dat dat eigenlijk tegenstrijdig was en dat dat dus onduidelijk was. Ja, kijk, de wetgever, het kabinet, ik, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, wij vonden dit wel redelijk wat er in de fraudewet stond. Wij vonden het wel redelijk dat als je voor €600 fraudeert, dat je dan €600 boete krijgt. En dan kan de Raad van State, die heeft hier gezegd van ja, wij vinden dat te hard. Maar we hebben geprobeerd dit nader rapport aan te geven waarom wij dat toch juist vonden om het zo te doen. Dus dat standpunt hadden we bij het advies van de Raad van State. Maar ik ga dat nu niet herhalen met betrekking tot de Centrale Raad van Beroep. Omdat dat advies van de Raad van State, daar konden we op reageren met een nader rapport en ons eigen standpunt daarover innemen. En dat aan de Tweede Kamer voorleggen. Maar bij de Centrale Raad van Beroep kan dat niet. Nee, dus dat is het ook niet zinvol dat ik dat ga becommentariëren. Nee, dat is ook niet bij bedoeling. Het viel me alleen op dat u zei, de Raad van State heeft niets over de hoogte van de boete aan ons gemeld. Nee, wat ik dacht, gezegd dat kan niet zo zijn, dat zat er wel in. Maar ik ga door naar mijn... Maar wat ik gezegd heb, of had willen zeggen, ja, is dat de Raad van State ons niet heeft gezegd dat het systeem van de fraudewet geen gefixeerd boetesysteem was. Nee, dat klopt. De Raad van State gaf aan dat er ondeugdelijke motivering was voor de hoogte van de boetes. En dat hebben we dus aangepast in de memorie van toelichting, zoals beschreven in het naderrapport. Ja. De commissie sprak net al met u over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Door de uitspraak vervalt de standaard 100% boete en moeten UWV, SVB en gemeente per geval beoordelen wat de hoogte van de boete zou moeten zijn. Eigenlijk wat u aangaf zou hadden moeten gebeuren, begrijp ik een beetje uit uw woorden. Toetsen van die verwijtbaarheid en dan baseren tussen de 0 en de 100%. De boetes die voorafgaand aan die uitspraak zijn opgelegd worden gedeeltelijk herzien. Van de 65.000 boetes die UWV voorafgaand aan de uitspraak heeft uitgedeeld, is minder dan 20% verlaagd. De overige boetes zijn in stand gebleven terwijl alle staatsmachten, dus ook de wetgevende macht, heeft erkend dat deze aangescherpte boetes in strijd met fundamentele rechtsbeginselen zijn. Wat vindt u ervan dat een grote groep burgers nog steeds kampt met de gevolgen van de fraudewet die later door de rechter is gecorrigeerd? Ik vind dat die boetes die op grond van de fraudewet zijn gegeven, waarbij er waarborgen zijn ingebouwd voor de redelijkheid van die boetes, namelijk in de eerste plaats die toetsing van de verwijtbaarheid, tweede plaats beoordelen of er sprake is van dringende reden en in de derde plaats zorgen door behoud van toeslagen en de mogelijkheid van leenbijstand, zorgen dat de mensen niet door het ijs zakten in laatste instantie. Ik vond dat al met al een juiste aanpak was en dat dus ook op een terechte manier die fraudewet is toegepast door de uitvoerders. Meneer Kamp, er is één ding wat ik echt nog niet begrijp. U geeft de hele tijd aan dat u zegt, we hebben een wet gemaakt waarin ruimte was om te toetsen op verwijtbaarheid, de mate waarin et cetera, en op basis daarvan dat vast te stellen. U houdt daaraan vast. Nou heeft de rechter gezegd, de Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtscollege op het gebied van sociale zekerheid, die heeft gezegd, het UWV, het SVB en gemeenten moeten voortaan de overtredingen van de inlichtingenplicht individueel beoordelen op de ernst van de overtreding, de omstandigheden van de burger en de mate van wijdbaarheid. Dus ik constateer dat de rechter niet in datgene wat hij beoordeeld heeft, wat tot hem is gekomen,
dat hij die ruimte zag. Waar ziet u die ruimte wel? U zegt het toch zelf al, meneer Azarkan. U zegt toch dat voortaan moet dat gedaan worden. Ja. Dus dat betekent dan niet dat je wat er de afgelopen 3 jaar is gebeurd, dat het allemaal weer opnieuw gedaan moet worden? Is dat niet rechtvaardig? Mensen zijn dus op basis van die wet relatief hard aangepakt. Die hebben geen bezwaar aangetekend, een aantal. Dan wordt het voor 20.000 mensen wordt gecorrigeerd, maar voor die overigen niet. Ja, ik kan daar niet induiken hoe dat is gegaan. Ik kan alleen maar zeggen dat u net aangaf wat de Centrale Raad van Beroep heeft gezegd. Namelijk dat het voortaan op een bepaalde manier zou moeten gebeuren. En dat ik van mening was dat de manier waarop we tot dan toe hadden gedaan, dat we dat op een correcte, juiste manier hadden gedaan. Dat ik dat vind, dat het kabinet dat vond, dat de hele wetgever dat vond. Dus ik ga daar geen afstand van nemen, maar ik ga ook niet zeggen, ik ga ook geen commentaar geven op die Centrale Raad van Beroep uitspraak. Ja, ik kan er niet meer over zeggen dan ik al gezegd heb. Nee. U zegt in de eerste jaren gold die wet. De mensen die toen beoordeeld zijn op basis van die wet door de uitvoeringsorganisaties en die boete hebben gekregen, dat zij maar zo. Want voortaan doen we het daarna anders. Als zodra de rechter gezegd heeft dat moet anders, dan doen we het daarna anders. Maar wat daarvoor gebeurd is, dat is gebeurd. Nou, ik heb gezegd dat de rechter heeft gezegd dat het voortaan anders moet. Wat er daarvoor is gebeurd. U zegt dat er van de, bij de UWV van de 80... Van de 65.000 is 20% verlaagd. Ja, dat wist ik niet. Nee. Dus ik kan daar ook niet iets over zeggen. Was mij niet bekend. Ja, dat kan. Nou, ik was toen ook al weg, hè. Kijk, ik was weg in november, 5 november 2012. En dit speelde zich af in november 2014. Dus ik was toen al 2 jaar weg. En wat er dan vervolgens gedaan is bij het UWV, daar was ik niet van op de hoogte. Dat begrijp ik. Ik vraag u ook, als u er iets over kunt zeggen. Ik begrijp de voorbehouden die u maakt. En toch wil ik u vragen, uit de memo van het UWV blijkt dat zij de opgelichte boetes alsnog willen herzien. Eigenlijk zeggen zij, als de rechter daar zo hard over oordeelt, dan willen we ze allemaal herzien. Dat lijkt rechtvaardig. Want in de memo staat verder, wat belangrijk is voor ogen te houden, is dat het hier om zeer harde wetgeving ging. Dezelfde wetgeving waaruit de toeslagaffaire kon ontstaan. Wat vindt u van deze conclusie? Nou, ik denk dat aan mijn opvolger was om daarmee te dealen. Om daar besluiten over te nemen, voor zover hij daar mogelijkheden toe had. En ik kan daar niet 2 jaar na mijn vertrek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordelingen over geven. Ik was optimaal geïnformeerd tot het moment dat ik wegging. Ja. Daarna werd ik op een veel lager niveau geïnformeerd door de mensen van Economische Zaken, omdat ik in die ministeriële commissie zat. Maar dit soort zaken, 2 jaar na mijn vertrek bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daar heb ik geen kennis van en dus ook geen opvatting over. Ja, overigens blijkt dan uit een aantal vragen die u stelt als u minister van Economische Zaken bent, stelt u een aantal vragen toch ook over de uitspraak van die rechter. U vraagt namelijk hoe het kan dat een rechter een wet die aangenomen is door de Eerste en Tweede Kamer zo kan corrigeren. Daar vraagt u naar. Herkent u dat? Weet ik niet, maar het is heel goed denkbaar dat ik dat gezegd heb. Want het is natuurlijk opmerkelijk dat dat zo gaat. Maar daar heb ik ook een reactie op gekregen. Ik denk dat ik daar een ambtelijke reactie op gekregen heb. Ik denk ook dat ik die vraag ambtelijk gesteld heb. Maar u zegt, begrijp u meneer Azarkan, dat ik die vraag gesteld heb in de ministerraad. Ja. Nou, u geeft aan, ik ben weggegaan en daarna was ik niet meer betrokken. Maar ook in uw andere rol als minister van Economische Zaken stelt u die vragen over die uitspraak van de Raad van Beroep. Ja, maar ik heb tegen mevrouw Belhaai al gezegd dat ik om 2 redenen mij toch met dingen bemoeide. Namelijk in eerste plaats omdat ik lid van de ministerraad was. En in tweede plaats omdat ik lid was van de ministeriële commissie. Dat begrijp ik. Maar dan kan het ook zo zijn dat u zegt, ja, ik heb daar toch verantwoordelijkheid voor gedragen. De rechter velt daar een behoorlijk hard oordeel over. Ik kan ook kijken met de minister van Sociale Zaken. Kijk, ja, hoe gaan we dat dan een beetje rechtzetten? Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Daarvan zegt u, ik was niet meer goed geïnformeerd nadat ik vertrok. Nee, ik zeg, daar was ik niet verantwoordelijk voor. En de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die heeft mij ook niet benaderd om daar met hem over van gedachten te wisselen. Hij had zijn eigen verantwoordelijkheid en die heeft hij zelf genomen. Dus dat kan hij ook toelichten. Ik kan alleen maar toelichten wat ik zelf als minister van Sociale Zaken heb gedaan en later als minister van Economische Zaken.
Helder. Op 31 januari 2017 publiceert Stimulans in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar monitoronderzoek van de fraudewet. In het rapport staat: tijdens de interviews hebben vrijwel alle medewerkers van de gemeente aangegeven dat de kosten voor de uitvoering van de fraudewet veel hoger zijn dan de opbrengsten. Wat vindt u van zo'n conclusie? Welke opbrengsten bedoelt u? Bedoelt u de vergoeding die ze kregen van het Rijk voor de kosten die ze maakten? Of bedoelt u de mindere fraude die voorkwam, waardoor er minder bijstandsuitkeringen gegeven moesten worden? Ik kan u niet vertellen waar het precies op slaat. Ik constateer dat de medewerkers in de algemeenheid hebben aangegeven dat de kosten hoger waren dan de opbrengsten. Ja, nou, als het zo is dat de kosten hoger waren dan de vergoeding die ze van het Rijk kregen voor hun kosten, dan was de relatie met de gemeente zo dat vervolgens die hogere bedragen ook gegeven werden. Als ze zeggen van ja, het is niet zo dat als gevolg van die fraudewet dat er minder gefraudeerd is, ja, dan ik kan me daar niet iets bij voorstellen. Dus ik kan daar ook geen antwoord op geven. Ja. Mijn laatste vraag. U weet ook niet of het één bedoeld was of het andere. Hè? Of het ging om de uitvoeringskosten of om het feit dat er minder uitkeringen, minder bijstandsuitkeringen gegeven werden. Nee, het past mij niet ik weet dat niet en dan past het mij niet om te speculeren. Mijn laatste vraag, meneer Kamp, is toch als er nou veel kritiek was van de Raad van State, de ombudsman, de uitvoeringsorganisaties geven aan dat ze het buitengewoon ingewikkeld vinden om ermee aan de slag te gaan. Dan komt de Centrale Raad van Beroep en die zegt eigenlijk, die wet is niet goed genoeg in deze vorm, dat moet anders. Heeft u nou nog het gevoel dat u zegt, van, ja, had ik dat nou anders kunnen doen of anders moeten doen met die wet? Nee, ik heb het gevoel dat de drie principiële punten waren van de Raad van State. En ieder van die drie principiële punten, daar hebben we op gereageerd. Twee van die punten, dat heeft geleid tot een wijziging van het wetsvoorstel. En het andere punt heeft ertoe geleid dat we extra voorzieningen hebben getroffen. En dan ging het met name om het door laten lopen in de bijstandswet. Iemand die 3 maanden lang geen bijstandsuitkering kreeg, dat die vervolgens wel kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag kreeg en de mogelijkheid van leenbijstand. Dat hebben we op het derde punt eraan toegevoegd. Dus twee dingen hebben we teruggetrokken en veranderd. En een ander ding hebben we aangevuld. Dus ik heb het idee dat wij op de principiële punten van de Raad van State heel terecht hebben gereageerd. En ik heb ook het idee dat de fraudewet, zoals die er lag en zoals die door in grote meerderheid door de Tweede Kamer in de demissionaire periode van het kabinet is aangenomen, dat een goede wet was. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, meneer Kamp, we hebben lang gesproken in dit verhoor. Ik heb eigenlijk nog maar één simpele vraag. Heeft u iets te zeggen over uw rol in dit dossier met betrekking tot die fraudewet? Nee, ik denk dat u mij de gelegenheid gegeven heeft met uw vraagstelling. En meneer Azarkan heeft dat ook gedaan om te zeggen wat ik heb gedaan, waarom ik het heb gedaan en hoe ik het heb gedaan. Als ik op een enkel punt niet de vragen helemaal kon beantwoorden omdat ik zijn kennis niet paraat had, dan daarvoor mijn verontschuldigingen. Ik dank u daarvoor en ik stel ook voor dat we hiermee ook aan het einde zijn gekomen van het verhoor. Ik dank u voor dit verhoor en ik sluit hierbij ook de vergadering.